Waarom stemmen voor de gemeenteraad? Het bestuur van een gemeente is de gemeenteraad. Deze raad komt regelmatig bij elkaar om te vergaderen. Bij deze vergaderingen zijn ook burgemeester en wethouders aanwezig. Zij vormen het college en samen met de ambtenaren zorgen zij voor de uitvoering van de besluiten die de gemeenteraad heeft genomen. De gemeenteraadsleden zijn het niet altijd eens met elkaar. Dan wordt er gestemd over een besluit en de meeste stemmen gelden. De gemeenteraad heeft het dus voor het zeggen in de gemeente. De inwoners van Hollands Kroon en de gemeenteraad nu voor een periode van 2 jaar. Aan de hand van de uitgebrachte stemmen worden ze... De inwoners hebben het dus voor het zeggen wie er in de gemeenteraad komt. Zijn uiteindelijk de inwoners van de gemeente de echte baas. Gebruik uw stem en ga stemmen op 23 november. Op 23 november kiest u de nieuwe gemeenteraad voor de gemeente Hollands Kroon. Senioren Hollands Kroon staat voor goed wonen. Voor starters en senioren. Ook in de kleine kern. Senioren Hollands Kroon staat voor goed gebruik van de rechtvaardige uitvoering van de WMO. De wet op de maatschappelijke ondersteuning. Senioren Hollands Kroon staat voor goed openbaar vervoer. Fijnmazig. Openbaar lokaal vervoer door het inzetten van buurt-, bel- en seniorenbussen. Senioren Hollands Kroon staat voor een goed bereikbare gemeente. Lokale servicepunten en duidelijke informatie aan de burger. Ik ben Piet Bruistons, stem Senioren Hollands Kroon, lijst 10. Voor een Bourgondisch avondje uit in een intieme sfeer bent u bij Eterij Onder de Kukkel op het juiste adres. Tevens hebben wij leuke arrangementen voor gezelschappen. Vraag naar onze speciale mogelijkheden. 5 dagen per week geopend. Onder de Kukkel, Kerkplein 19, Hippolyteshoef. Hollands Kroon kan wel wat VVD gebruiken. Aandacht voor nette straten en veilige dorpen. Een compacte ambtelijke organisatie, zodat de gemeentelijke belastingen laag blijven. En ruimte voor een florerende economie. Zodat ook onze kinderen later hier een mooie baan kunnen vinden. Ga daarom stemmen op 23 november. VVD. Zeker nu. Lees al onze standpunten op de website. hollandskroon.vvd.nl. Beste radioluisteraars en tv-kijkers, want die had ik al eerder begroet. Van harte welkom vanuit de ontmoeting in Annapolona bij het live verkiezingsdebat. De verkiezingen die noodzakelijk zijn voor de vorming van de gemeente Hollands Kroon per 1 januari aanstaande. U kunt als publiek thuis kunt u meedoen met het debat en dat kan op verschillende manieren. U kunt mailen, dan kunt u dat doen naar verkiezingen@rtvnoordkop.nl. U kunt de telefoon pakken en dan belt u 06 20 88 35 03. Of u gaat twitteren en dat doet u dan met @hkkiest. Nou, dan kunt u eventueel de vragen doorbellen. Ik beloof u niet dat alle vragen in de uitzending komen, want ik heb begrepen dat er al het nodige binnenkomt. En dat gaat dus zeker niet lukken, maar doe een poging. Ik ga jullie voorstellen aan degene die vanavond het debat gaat leiden. Een ervaren iemand, ze staat al naast me, Anja Pruit. Anja, je hebt al ervaring, burgemeester geweest, jaren in de gemeente Zijpen, slotdebat gedaan in Schagen. En vanavond sta je voor de uitdaging om die vage verkiezingsprogramma's, het lijkt allemaal op elkaar, om dat een beetje te verhelderen, zodat de kijker en de luisteraar één idee kan krijgen waar hij nou uiteindelijk zijn stem op gaat uitbrengen. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Ja, ik moet zeggen dat ik in mijn bestuurlijke leven, en dat is heel lang geweest, nog nooit zoveel politieke partijen tegelijk bij elkaar heb gehad en zoveel verkiezingsprogramma's heb moeten lezen. Want ik weet niet of u ze allemaal leest, maar het is een hele klus geweest. Maar we zullen ze vanavond aan de tand voelen en ik hoop dat we een heleboel duidelijkheid krijgen. Oké, succes. We gaan starten. En we gaan starten met het voorstellen van de fractievoorzitters. En ik moet zeggen, ik zie heel veel heren en 2 dames. Dus dames, zet hem op.
samen met mij moet het lukken met al die heren. En ik wou maar in dit geval de rij afgaan. U krijgt 30 seconden om te vertellen wie u bent, van welke partij u bent en wat u verder kwijt wil. Het zij de politiek, het zij iets over uzelf. U mag dat zelf kiezen. Na 30 seconden is de tijd om. U zult dat merken aan de hand van een wekker. En om is om. Dus 30 seconden, punt. En dan gaan we naar de volgende. We beginnen met deze mevrouw. Dank u wel. Mijn naam is Dorine Sienga van Privacy Weer en Meer. En wat sta ik hier nou eigenlijk helemaal te doen? Ik vind, en ik zou toch denken dat je als lokaal politicus, zonder te veel franje, je standpunten van de gemeente moet kunnen verdedigen. Vandaar dat ik dat ook ga doen. De franje gaat af. En Privacy Weer en Meer staat voor leefbaarheid. En dat is een algemeen uitleg voor jong en oud. Voor mensen hier en voor leefbaarheid in de kernen en ook leefbaarheid in de buitenkant. En dat was mijn vraag. Keurig binnen de tijd gebleven. Nou, gaat nou een beetje hard. Er moet een wekker afgaan, maar dat gaat nog niet helemaal goed. Maar heeft zich keurig aan de tijd gehouden. We gaan naar de volgende. Gaat u gang. Ja, beste mensen. Mijn naam is Han Koppen. Ik ben lijsttrekker van Wieringen 05. En daarvoor heb ik ook al in de politiek gezeten. Ik ben docent elektronica bij de bedrijfsschool van de Koninklijke Marine. En tot slot wil ik nog zeggen, lokale partijen, dat zijn de beste dorpsraden. Dat was het. Dank u wel. U heeft uw tijd nog niet eens helemaal opgebruikt. We gaan naar de volgende. Mijn naam is Peter Meijer. Ik sta voor de seniorenpartij Holland Kroon. Piet Bruijsen zou hier staan, onze lijsttrekker met heel veel ervaring. En ik moet het nu zonder ervaring, maar wel met zijn steun achter me doen. Want Piet is ziek en wens me uit hier natuurlijk hard wetenschap. We staan voor de belangen van de ouderen. Dat wil niet zeggen dat we ook niet denken aan alle andere belangen. Maar we staan met een hart voor senioren. Willen we werken aan datgene wat hier in de nieuwe gemeente tot stand moet worden gebracht. En vervolgens... Daar hebben we het straks vast nog over. Vervolgens mag u. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Jens Busker, 34 jaar oud, woon in Winkel, gemeente Hollandsche. Als aanvoerder van het team, een fantastisch team mag ik hier staan, met naam van D66. D66 loopt in Hollandsche. Hollandsche is geen kindfabriek. Hollandsche is een prachtig uitgestrekte gebied. De kansen en mogelijkheden. Het gebied met inwoners met beide voeten in de klei. Inwoners die kansen zien, die hem oppakken. D66 loopt in eigen kracht. Gefaciliteerd door het naderbare over. D66 gaat, de kracht van Hollandsche. Dank u wel. Gaat u gaan? Mijn naam is Johan Poot-Hoosij namens de ChristenUnie. En in een tijd waarin de kabinet de gemeente steeds meer kort, waarin op tal van terreinen bezuinigd moet worden, op jeugdzorg, over sociale zaken, over sociale werkvoorziening, daar is ook een ander geluid nodig. En de ChristenUnie is er bewust van de plicht om diegenen die in de prestatie- en productiecultuur niet mee kunnen komen, om daar pal voor te staan. Maar zonder sterke schouders kunnen we de zwakken niet dragen. Daarom een stem op de ChristenUnie is een stem aan solidariteit, maar ook een stem voor economie. Ik moet zeggen dat het goed gaat hoor, met die tijd. Als jullie altijd zo efficiënt gaan vergaderen de komende jaren, dan belooft het veel goeds en veel publiek op de tribune, denk ik. Aan u het woord. Goedenavond, mijn naam is Peter Dekkers. Ik sta hier namens de vriendin. Ik ben vader van twee dochters. Ik ben ondernemer van twee bedrijven. En die combinatie van vader en ondernemer leidt tot maar één vriendin. Omdat GroenLinks uitgaat van drie kernwaarden, die ook mijn persoonlijke kernwaarden zijn. Duurzaamheid, solidariteit en sociale zekerheid. En solidariteit betekent voor ons ook solidariteit tussen generaties, maar ook tussen landen, tussen sociale groepen. Duurzaamheid, dat komt als vanzelf aan bod. Er zijn nog heel wat thema's voor vanavond. Ja. Het woord is aan u. Goedenavond, mijn naam is Elijne Vlaming. Ik ben lijsttrekker van het CDA. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de bloemmolensector. En het CDA staat voor een leefbare en bedrijvige gemeente.
Met een samenleving waarin men oog heeft voor elkaar. Ook een samenleving waarin we mensen helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We gaan ook voor bedrijvigheid en voor de... De rest komt straks nog aan de orde. De volgende. Mijn naam is Jan Zwager. Ik ben 41 jaar. Ik woon in Barsingoren, zelfstandig agrarisch ondernemer. Ik ben lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter van de VVD Hollandschroon. De speerpunten van de VVD Hollandschroon dat zijn een sluitende begroting, lage gemeentelijke belastingen en even geen geld in een nieuw gemeentehuis. Wij zijn ook voor veilige woonwijken, nette woonwijken. En de economie. De economie willen we aanjagen. Daarvoor willen we een aanjaagteam in het leven roepen in de nieuwe gemeentelijke organisatie van Hollandschroon. Het belooft allemaal heel veel goeds. Het woord is aan u. Goedenavond, mijn naam is Henk van Gameren, lijsttrekker van het SDC, Sociaal-Democratisch Collectief. Wij gaan voor wonen, werk, maar ook voor burgerparticipatie. Waarbij de dorpsraad en het faciliteren van dorpsraden prioriteit zal krijgen. En maar ook andere burgerparticipatie zoals WMO en de jongerenraad, dat houden we goed in de gaten. Dank u wel. Ook als we netjes aan de tijd gehouden, belooft echt heel veel goed. We gaan naar de volgende meneer. Die had al een voorschotje genomen, geloof ik. Hè? Ik denk, ja. U begon alvast. Ja, nu. Goedenavond, mijn naam is Rob Hamerstein van LADA. In Niedorp zijn wij een begrip, de grootste partij met meer dan 40% steun vanuit de bevolking. Wij zijn een eigenwijze partij. We zijn kritisch, de enige partij die wil besturen vanuit de emotie van de burger. Bij ons is er geen kloof meer tussen burger en bestuur. Het woord is aan u. Prima, dank u wel. Jan Steven van Dijk, 50 jaar oud, vader, stiefvader van 8 kinderen, wethouder in Niedorp en interim manager in de gezondheidszorg. De partij staat voor solidariteit en betrokkenheid. En dat zijn bij ons geen loze woorden. Wij gaan in Hollandschroon en wij gingen in Niedorp, Annapolona, Wieringenmeer en op Wieringen voor mensen. Dat staat voor ons voorop. We hebben gekozen voor Hollandschroon, straks de grootste plattelandsgemeente. En dat betekent dat we ons in willen zetten voor kleine kernenbeleid, voor een leefbare samenleving. Gaat u gaan. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Pim de Herder, architect, Partij Vrije Liberalen. Ik streef naar het verbeteren van de economische structuur in Hollandschroon, opdat de krimp in Hollandschroon buiten de deur kan blijven. Dank u. En de laatste. Ik moet echt onafhankelijk zijn, dus les best mag ik niet zeggen. Je weet het nooit. Gaat u gaan. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Ben de Lange. Ik ben lijsttrekker van Algemeen Belang Hollandschroon. Algemeen Belang Hollandschroon is ontstaan uit een fusie tussen Algemeen Belang Niedorp, gemeentebelangen Wieringenmeer en onafhankelijk Wieringen 91. Ons devies voor deze verkiezingscampagne is: wij zijn een partij voor jong en oud. Dank u wel. Nou, dit belooft veel goeds vanavond. De stellingen zijn kort en krachtig. Dat gevoel had ik niet toen ik alle verkiezingsprogramma's ging lezen. Maar je ziet maar, het komt toch vanzelf goed. We gaan nu naar een kort filmpje waarin u wat thema's voorgelegd krijgt. De mensen kunnen dan ondertussen hun plaats opzoeken. En we gaan nu kijken naar het filmpje.
live vanuit de ontmoeting. Het verkiezingsdebat voor de fusiegemeente Hollands Kroon. Praat mee via telefoon, e-mail of Twitter. 23 november bepaalt u uit welke hoek de wind waait. We gaan starten met het eerste politieke debat. Dan is straks de kop eraf, dan is de spanning er een beetje af. Want het is voor alle deelnemers denk ik toch wel heel spannend om vanavond voor de televisie nu hun verkiezingsprogramma's te moeten tonen. En daar een stuk duidelijkheid over te verschaffen. Het eerste debat gaat over inrichting, de inrichting van de gemeente. En het beeld wat we hebben van Hollands Kroon is rust en ruimte. Maar dat is de buitenkant. Ik denk dat de binnenkant ook aangeeft dat er veel voorzieningen zijn, dat er openbaar vervoer is, dat er winkels zijn, dat er woningen worden gebouwd. En het is aan al deze mensen om ons eens mee te nemen in datgene wat heel belangrijk is in Hollands Kroon. En we gaan eerst naar de eerste stelling. En die stelling is woningbouw alleen nog in grote kernen. Anders zijn de voorzieningen niet rendabel. Met wie zullen we eens beginnen? U stond al klaar voor de start. Gaat uw gang. Het is goed om allemaal ook een partij nog eens even te noemen en zo nu en dan uw naam, dat de mensen dat ook goed weten. Jan Zwaar, VVD. De VVD is ervan overtuigd dat je woningbouw niet alleen in grote kernen moet laten plaatsvinden. Bij ongeveer 2500 inwoners wordt het interessant om dat voorzieningen weer naar een kern toekomen. Dat is een stukje marktwerking. Maar kernen van 1000 inwoners, ook met lagere scholen, om op die toekomst te bieden, moet je daar ook op een kleinschaligere manier woningbouw doen. Dus je moet het kijken wat de behoefte is van de kern. En vervolgens moet je ook kijken wat de doelgroep je wilt bereiken. Bij vergrijzing moet je aan senioren gaan denken. We hebben ook grote vraag naar vrije sectorkavels. Dus je moet goed kijken wat de vraag is. Goed kijken. We hebben geen last van krimp. Tot 2020 is in onze gemeente Hollands Kroon over het algemeen nog geen krimp gaande. Het enige waar we nu wel mee te maken hebben, wat heel vervelend is, is met de provincie die in het buitengebied geen woningen meer wil laten toestaan. Alleen bij nut en noodzaak. Dat is een heel ingewikkeld proces. En daar moeten we verandering in komen. Goed, dat is een hele mond vol. Ik weet niet, bent u dat daar allemaal mee eens of is er iemand die er anders over denkt? Nou, het CDA die is ook voor woningbouw in alle kernen, omdat we dat belangrijk vinden voor de leefbaarheid in de kernen. De voorzieningen in de kernen, niet alle voorzieningen kunnen in alle kernen plaatsvinden of gevestigd zijn. En wij zeggen dan ook, je moet kiezen voor voorzieningen die passen bij de schaal van de kern. En het is ook natuurlijk belangrijk dat de inwoners van die kernen die voorzieningen dragen. Want als zij die niet dragen, dan wordt het ook onmogelijk. En het is ook belangrijk om te kiezen voor slimme combinaties. Zoals bijvoorbeeld een brede school met een bibliotheekvoorziening in een bepaalde vorm. Maar we gaan nou een beetje in de breedte. De bedoeling was dat we het nu zouden hebben over de woningbouw. En ja, en u vroeg ook naar de voorzieningen en of die later zijn. Maar dan moet je ook kijken naar de schaal van de voorzieningen. We hebben hier ook kernen in Annapolona bijvoorbeeld en van Elksluis waar geen school is. Nou, dat kan je ook niet krijgen in zo'n voorziening, in zo'n kern. Maar er zijn wel andere voorzieningen en die proberen we zoveel mogelijk te behouden. En daar past ook woningbouw. Ik zie je buurman al klaarstaan om erop in te spreken. Ja, want ik wilde een andere. Ja, maar u mag daar best ook even op ingaan hoor. U hoeft niet zo heel keurig op uw beurt te wachten. Als u het maar net zo netjes houdt als in de eerste ronde. Daar zit spanning op, denk ik. Nou, ik wil dus we gaan het proberen. Een andere draai aan geven. Natuurlijk is het belangrijk dat er woningbouw blijft. Wat we zien gebeuren is dat de sociale woningbouw, waar juist veel vraag naar is, dat we die in de kleinste kernen zien verdwijnen. Een oude Niedorp is het weg, een Zijdewind is het weg, een Haringhuis is het weg. Dus waar wij voor strijden is dat sowieso de sociale woningbouw sowieso gehandhaafd blijven in de kleine kernen, zo niet uitgebreid gaan worden, omdat het sowieso een vraag is op dit moment. Maar niet alleen sociale huur, maar ook sociale koop zouden daar graag gerealiseerd zien. En wat vindt uw buurman daarvan? Ja. De Partij van de Arbeid is van mening dat je ook in kleine kernen moet kunnen bouwen. Je moet rekening houden met de omgeving. Dat betekent maatwerk leveren in kernen. Maar nieuwe woningen in het wat goedkopere segment, trekt jongeren aan. Die heb je hartstikke hard nodig om een leuke opbouw, leeftijdsopbouw in je kern te houden. Draagt bij aan leefbaarheid. Het verhaal over dat dingen rendabel moeten worden, ik denk dat bij
relatief weinig mensen al dingen rendabel kunnen zijn. Want groepen mensen kunnen ook met elkaar zaken dragen, maar er zijn ook slimme oplossingen te verzinnen in de vorm van combinaties. Een buurtsuper met een locatie van het gemeentehuis. Tenminste, een ambtenaar die één of twee keer in de week er komt zitten en iemand van het centrum jeugd. Die gaat in de buurtsuper werken. Die kan heel goed in een aanpalend vertrek van een buurtsuper zitten. Okay. Want dan heb je het over een multifunctionele accommodatie. Dus ik denk dat we slimme dingen moeten gaan verzinnen in Hollands Kroon, waarmee we het begrip Hollands Kroon recht gaan doen. De grootste heeft u ook van die slimme dingen? Nou, ik denk dat er hier vanavond een beetje afgeweken wordt van de stelling. De stelling luidt van woningbouw alleen nog in de grote kernen en anders komen de voorzieningen in gevaar. Maar kennelijk vinden ze een beetje moeilijk om daar een antwoord op te geven. Ik vind, of algemeen belang vindt over het algemeen, dat met name de woningbouw in alle kernen belangrijk is. Kijk, op een gegeven moment zijn woningen die zijn aan een bepaalde leeftijd en die moeten afgebroken worden. Daar kunnen nieuwe woningen voor gebouwd worden. En als je wil gaan uitbreiden, dan zul je ook moeten kijken naar de voorzieningen die in zo'n dorp of een woongemeente zijn. Zijn er voorzieningen waarvan je zegt van nou, daar moet toch echt aan gewerkt worden, dan vind ik dat het belangrijk is dat daar ook woningbouw bij komt. Duidelijk. Die meneer was nog niet geweest. Ik probeer iedereen een beetje aan het bod te laten komen, want ja, u moet straks gaan kiezen natuurlijk. Heel, dat vind ik heel fijn. En als je niet wil, ja, dan moet je gewoon even de andere kant op kijken. Dan denk je, sla mij maar een keertje over. Dat kan ook, hoor. Zeker wel wat over te. Kijk, dat zien ze ook. Want ik denk dat de mogelijkheid om overal te bouwen er niet is. In de grote kernen zie ik wel mogelijkheden. In de kleine kernen zal het hooguit bij inbreien blijven. Wel is van belang dat de bestaande voorzieningen die er zijn, dat we die handhaven. En dat is middels slimme oplossingen, ben ik het met iedereen eens. Ja, ik zag die meneer daarnet nog reageren. U wou vast nog iets zeggen over dat we geen woningen kunnen bouwen bijna meer. Hè? Overal liggen die bouwplannen stil. Nou, enerzijds. Ziet u dat als een probleem? Jazeker. Ik denk dat wat nu in de provincie gebeurt, de heer Talsma, gedeputeerde, het standpunt wat nu ingenomen is, gewoon heel belemmerend werkt. En dat juist voor onze gemeente bedreigend kan zijn voor die kernen waar die voorzieningen zijn. Ja, dus u gaat eigenlijk de PvdA aanvallen, want meneer Talsma is van de PvdA. Nou, accepteert u dat? Het is geen aanval. Want ook de VVD zit in de gedeputeerde staat. En wij hebben ook een directe lobby om dit ook te veranderen. En er is ook een motie aangenomen door de VVD in de provincie. Die ook weer deze discussie wil openhalen. Dat de woningmarkt stillegt. Dat er dingen veranderen moeten. De ChristenUnie staat te popelen. Wat zegt die u? Die staat te popelen, de ChristenUnie. De ChristenUnie. Ja, maar ik ben gewend om mensen uit te praten, ook in deze zetting. Dus dat hou ik ook graag voor. Maar soms mag je er gewoon wel een keertje tussendoor. Maar want ze zijn wel eens een keer erg lang van stof. Goed, maar in ieder geval, om even te reageren op wat is gezegd. Voor de kennen is uitbreiden op een gegeven moment alleen nog een optie. Nou, dat is wat ingewikkeld gezien het probleem met het bouwen buiten bestaand bebouwd gebied. Bovendien ben ik het pertinent oneens met deze stelling. Ik heb ook in de verkiezingsprogramma's langs horen komen dat alleen de vier hoofdkernen nog gebouwd zou kunnen worden. En volgens mij draai je daarmee onmiddellijk de andere 18 kernen de nek om. Wil je voorzieningen op niveau houden, zul je woningbouw moeten plegen, maar ook in de kleine kernen. Los daarvan voor de voorzieningen, die zijn mogelijk op dit moment niet rendabel. Die moeten we wel intact houden en daar is maar één ander alternatief voor. En dat is zoveel mogelijk gedeeld gebruik van dezelfde voorzieningen. Dank u wel. Is er nog iemand die echt iets kwijt wil over dit thema? Want anders gaan we naar de volgende stelling. Ik heb nog een antwoord gehad hoe we dat bij de provincie met elkaar gaan oplossen. Ja, maar ik ben niet van de provincie. Nee, maar wel mijn collega's. Dan moet je niet naar mij kijken. Uit. Is er iemand die nog behoefte heeft daarop te reageren? Nog één reactie. Er is maar één partij die onrendabel zou kunnen gaan bouwen. En dat zijn woningcorporaties. Commerciële bedrijven zullen niet onrendabel gaan bouwen. Dat is mijn vraag niet. We mogen in het buitengebied nu niet bouwen. Hoe gaan wij dat in Hollands Kroon oplossen? Anders kunnen we de kernen niet voorzien van woningen waar we juist die voorzieningen willen behouden. Hoe gaan we dat met elkaar als politiek Hollands Kroon oplossen op 1 januari? Of liefst trouwens morgen. Heeft u een suggestie? Wij moeten met elkaar. Heel kort. We blijven druk uitoefenen op de provinciale staten. Druk uitoefenen. Heeft u een oplossing? Ik denk dat we ook samen moeten werken en samen moeten optrekken in deze. We moeten natuurlijk eerst kijken naar mogelijkheden van inbreilocaties. Maar het is ook belangrijk dat er voldoende ruimte in de kernen overblijft. Voldoende groen, maar ook ruimte om te spelen voor de kinderen. Dus ik denk dat we dan met z'n allen moeten optrekken om dat mogelijk te maken, om ook bij de kleine kernen te kunnen bouwen. Goed. Dus alle politieke partijen gaan samen. Ik wou het hier graag even bij laten. Ik stel voor dat we gaan naar de volgende stelling. En de volgende stelling is meteen een lastige. Er moet drastisch bezuinigd worden in Hollands Kroon. Want ja, we weten met z'n allen, door de crisis horen we niet anders iedere dag over bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Dat zal dus ook bij de gemeente terecht gaan komen. Noemt u eens één begrotingspost waarvan u zegt, daar wil ik wel op bezuinigen. Dat zal ik zeker doen.
Ja. En dan ook graag natuurlijk van waarom u denkt dat daar dan wel op bezuinigd kan worden. Als wij van algemeen belang zo drastisch moeten bezuinigen, dan blijft er voor ons maar één ding over. Dat is, dan gaan we kijken naar de bibliotheken. Niet om ze te sluiten, maar om te kijken of je ze kunt privatiseren. Eigenlijk terug naar het begin. Ooit zijn vroeger de bibliotheken ontstaan. We gaan het straks nog even over de bibliotheken. Maar u wilt bezuinigen op de bibliotheken. Ja. Dat is heel duidelijk. We krijgen daar straks nog een discussie over. Door te privatiseren. Door te privatiseren. We doen het rijtje even zo af. Ja. Waar zou u op bezuinigen? Ja. Waar wij op gaan bezuinigen? Ik wil eerst opmerken dat het eigenlijk een hele negatieve discussie is die we met elkaar gaan voeren. Hè. Bezuinigen. We maken een soort tunnelvisie. We kijken alleen nog naar geld en we kijken niet meer naar idealen, naar mogelijkheden en dat soort zaken. Daar moeten we eerst eens mee beginnen. Dat ons niet helemaal blind staren op die financiën. Als we dan gaan bezuinigen, dan zal de Partij van de Arbeid niet bezuinigen op zaken voor mensen. Nee, bij maar ons de vraag was, voor... waar gaat u zeker wel op bezuinigen? Het is heel goed bedacht van u, ja. Maar ik probeer toch een beetje bij de les te houden. Waar wij wel op zullen bezuinigen. Ook de Partij van de Arbeid moet bezuinigen. Ook de Partij van de Arbeid moet bezuinigen, wil bezuinigen, loopt er ook helemaal niet voor weg. Zal op stenen en asfalt in eerste instantie. Op stenen en asfalt. Dus we hebben de bibliotheek, stenen en asfalt. We gaan naar SDC. Wij zijn realist en iedereen weet dat we de komende jaren moeten bezuinigen. En dat zal ook voor deze gemeente moeten gebeuren. En wat ons betreft is de prioriteit bij onderzoeks- en projectbureaus die door de gemeente ingehuurd worden. Daar moet heel kritisch naar gekeken worden. Dus ook geen onderzoek naar een nieuw gemeentehuis. Daar kan je in ieder geval tonnen mee besparen. Dus op externe en op het gemeentehuis. En u krijgt er in ieder geval applaus voor. Nou, uitgangspunt is natuurlijk een voor het CDA. Maar het is handig als u voor de radio ook af en toe even zegt welke partij het is. Dan kunnen de mensen het ook volgen. Ja, namens CDA stel ik in ieder geval dat het uitgangspunt is natuurlijk altijd een sluitende begroting. Die afspraak hebben we ook gemaakt. We kennen de begroting voor 2012 nog niet. We gaan ervan uit dat dat inderdaad een sluitende begroting is. Maar dat het bezuinigd moet worden de komende jaren, dat verwachten wij wel. Wij denken dat we toch nog op het personeel van de gemeente kunnen bezuinigen. In het ARI-besluit is gekozen voor gelijkblijvende personeelskosten. Maar gezien alle bezuinigingen, ook bij de verbonden partijen, denken we dat ook in onze eigen organisatie we toch die efficiëntiekorting die we van het Rijk krijgen opgelegd ook door moeten vertalen naar ons eigen personeel. Oké, u gaat naar personeel. Voor de rest willen we kwetsbare groepen ontzien. Oké, maar het gaat er nu even om waar u wel op wil bezuinigen. Ja, ik snap het wel. U wil natuurlijk allemaal vertellen wat u graag in stand wil houden. Maar wij willen graag weten dat na al die mooie verhalen in die verkiezingsprogramma's, want daar staat in wat u allemaal wilt, we willen ook wel weten wat u niet wilt. En als het nou per se moet, waar gaat u op bezuinigen, ChristenUnie? ChristenUnie, wij gaan sowieso kijken wat waren de uitgangspunten om te gaan fuseren. En daarin werd genoemd een stukje synergievoordeel, een stukje opschalen. Dat geeft meer mogelijkheden, geeft meer expertise in huis. En dat moest ook inderdaad direct vertalen in lagere kosten voor inhuur van externe expertise. Maar u denkt dat het vanzelf gaat? Of voor de helft gaat, weet ik niet. Er gaat bijna nooit iets vanzelf, hè? Daar gaat nooit iets vanzelf, maar het argument om op te schalen was om meer expertise in huis te kunnen houden. Daar moet zeker op bezuinigd kunnen worden. Daarnaast, om gewoon te schrappen in organisatie, dat gaat erg ver. Maar ik denk dat we alle organisaties moeten kijken. Dan praten we ook over een bibliotheek, praten we ook over een GGD. Praat je over al die organisaties, dat je gaat kijken wat zijn de kerntaken daarvan. En alle taken die niet behoren tot het kerntakenpakket, dat we die afschaffen. De bibliotheek met iedereen is leuk, maar het is overbodig. Alleen de kerntaken overeind en de rest kan bezuinigd worden, als het moet. De VVD heeft 2 weken geleden al een persbericht uitgedaan dat wij de 2,7 miljoen die uitgegeven is aan de huisvesting voorlopig genoeg vindt. Eerst de organisatie nu laten settelen. Wij zijn ook van mening dat van de 300 FTA er makkelijk 50 of meer van af kunnen. Dus efficiënter werken was ook de doelstelling. Welke taken zou u dan laten vervallen? Want het is altijd zo makkelijk om te roepen van nou, er kunnen wel 50 FTA, 50 arbeidsplaatsen weg. Maar wat voor taak doe je dan niet meer? Wij zijn gefuseerd om juist een aantal gemeentes, in 4 gemeentes in 1 gemeente te stoppen. We gaan nog geen personeel ontslaan, maar je mag er met elkaar vanuit gaan dat je straks met 250 FTA's ook die 4 organisaties die nu 1 geworden zijn kunnen laten draaien. En dat wil niet zeggen dat je dingen hoeft los te laten per direct, maar efficiënter werken moet kunnen met ons huidige nieuwe fusiegemeente. De laatste. Ja, Han Koppen, Radio 405. Ja. Externe inhuur van personeel, dat zien we toch als een eerste bezuiniging. Bureaus, idem dito. Het samenvoegen van bestemmingsplannen, dat kan tonnen opleveren. En
Ja, kunt u dat uitleggen? Nou, samenvoegen van bestemmingsplannen kan tonnen opleveren. Hoe werkt dat? Nou, als je één bestemmingsplan hebt, hoef je maar één keer dat bureau in te huren. Dan weet ik wel dat ze niet twee dingen tegelijk doen voor één. Dat zou heel erg makkelijk zijn. Twee voor de prijs van één zit er niet in. Maar hoeveel bespaart dat dan? Nou, dat bespaart omdat je een groot hoeveel? Gebied... Hoeveel? Bestemmingsplan hoeveel? Tonnen, zei ik. Tonnen, dan 2 ton, 4 ton, 6 ton. Nou, leuk is dat, hè? Die meneer van de VVD wil het nou heel duidelijk hebben. En toen hij zelf aan het woord was, toen was het heel algemeen. Dat wou ik niet zeggen, want meneer van de VVD, meneer Zwaag, die had het over het schrappen van 50 arbeidsplaten. Alsof je dat in Nederland zo makkelijk kan doen. Daar zitten ook enorme kosten aan vast. Dus er moet een heel sociaal plan moet eraan vastgekoppeld worden. Dus het is makkelijk om te zeggen, we gaan 50 arbeidsplaatsen schrappen in deze organisatie. En tot zover. Oké. Want de opdracht was 1 te noemen, daar gaan ze. Ja. 1, 2, leuk, hè? In de breedte. Ja. Goed, meteen de inhoud in. Ja, goed. We gaan over naar de reacties van kijkers die via mail of Twitter of telefoon zijn binnengekomen. Ik zeg erbij, we hebben de antwoorden ingekort. Sommigen stelden wel 4, 5 vragen. Nou, daar kunnen we natuurlijk niet aan beginnen. Het zou niet eerlijk zijn als je al veel reacties hebt. Dus dat bijvoorbeeld als mensen denken van... ja, maar dat was niet helemaal mijn vraag. Nee, we hebben hem een beetje toegespitst. Goed, vraag 1. Die komt van Dick Burghout. En Dick Burghout doet dat namens de ondernemers Federatie Hollands Kroon. Nou, we hadden een waslijst van vragen. We hebben er 1 uitgepikt. Wat gaat u doen om te zorgen voor voldoende bedrijfsterreinen op de juiste locatie? Anja, Anja. Ik stel voor, ik weet niet hoeveel vragen je gekregen hebt, maar dat we niet allemaal al die vragen gaan beantwoorden, maar dat we het er een beetje uitpikken. Dus we beginnen hier. Bedrijfsterreinen. Partij van de Arbeid. Bedrijfsterreinen. Binnen Hollands Kroon hebben we meerdere bedrijfsterreinen. Dat wat wij met elkaar zullen moeten gaan doen, is kijken of we bepaalde activiteiten kunnen centraliseren. Dat, we hebben Robbenplaat, we hebben Agripoort, je hebt Winkeler Zands, we hebben een hele hoop terrein. Ik denk dat we een hoop terreinen hebben en dat het met name is het slim samenbrengen van partijen. Duidelijk. En daar even op aanvullend. Algemeen belang? Ik vind het algemeen belang dat met name de terreinen in de Wieringermeer nog lang niet vol zijn. Nee. Dus wat dat betreft nodig ik de ondernemers van harte uit. Kom kijken langs de A7. Geschikte locatie. En dat voor de toekomst denk ik dat het voorlopig nog niet hoeven te kijken naar andere locaties, want we hebben nog genoeg. Ja, heb je nog meer vragen? Want we hebben een aantal bedrijventerreinen. De laatste. Zo, lokale bedrijventerreinen, inderdaad Robbenplaat en Agripoort voor de agribusiness. Maar ook in Annapolo naar Kruiswijk 3 is in ontwikkeling. Het bestemmingsplan komt binnenkort ter besluitvorming. Dus ook voor die bedrijven in deze regio is er voldoende ruimte. En daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om de agrarische bedrijven in het buitengebied voldoende ruimte te geven om activiteiten... Henk, het woord is weer aan jou. Wat de bedrijfsterreinen betreft moeten we even stoppen, want anders komen de kijkers niet aan het woord. Dan mogen de anderen zo reageren. Dat hebben jullie elke keer, hoor. Dus iedere keer proberen we maar een paar mensen aan het woord te laten komen. Bij deze stelling de anderen straks dan maar. Ja. Goed, Kees Stuy, en die komt uit Wieringenwerf. En die vroeg ons, kan men duidelijk aangeven wat de gedachten zijn over de OZB? Bijvoorbeeld de Wieringenmeer is de duurste gemeente. Maar hoe gaat dat verder in de toekomst? Ja, het zit er dik in dat er harmonisatie zal plaatsvinden. En vooral, ik denk deze inwoners van Annapolona, die zullen toch waarschijnlijk te maken krijgen met een hogere OZB-belasting. Want het wordt natuurlijk één gemeente. Dat is natuurlijk heel vervelend. Maar we zullen... Dat de belasting omhoog gaat of dat het één gemeente wordt? Nou, nee, maar dat de belasting omhoog gaat. Maar ja, daarom, wij zullen ervoor waken dat ook... de OZB ook niet sneller zal stijgen dan de inflatie. En mocht dat wel zo zijn, dan zullen we toch echt tegen gaan stemmen. Oké. Ja, de OZB verhogen is voor ons voorlopig geen optie. We moeten vooral ook kijken hoe we inkomsten kunnen vermeerderen. En er is nog een hele grote groep in onze gemeente die geen bijdrage levert. En dat zal toch moeten gebeuren. De tijd zit erop. U bent voor de tweede ronde niet meer aan de beurt gekomen. Maar we zullen het nu moeten afronden, Henk. Het is aan jou. Ja, zo gaat het dan. Dat is soms jammer. En dan zou je anderen ook nog even een woord willen laten. Maar we willen dat tijdschema handhaven, anders loopt het allemaal uit de hand. We gaan naar het tweede filmpje waar het tweede onderwerp gaat aankondigen. Tot zo.
We gaan starten met het tweede debat. En het tweede debat gaat over betrokkenheid. En ik kan me voorstellen dat we een filmpje te zien krijgen over zorg en welzijn, want dat is ook betrokkenheid, maar dat is ons derde debat. Dus laat u achter mij niet in de war brengen. We gaan gewoon naar het tweede debat en dat gaat over betrokkenheid. En betrokkenheid is zorgen dat je weet wat er leeft in je dorp. In je omgeving, bij je buren en betrokken zijn bij alles wat er in die gemeente speelt. En we gaan naar nieuwe mensen. Ze hebben zich straks al voorgesteld. We hebben een aantal mensen die de tweede ronde nu ook mogen voeren. En de eerste stelling is: voor de betrokkenheid van inwoners zijn dorpsraden niet noodzakelijk. En we gaan beginnen bij de mensen die nog niet het woord gevoerd hebben. Dat lijkt me, dan kunnen die zich een beetje warm draaien. Peter Meijer, senior Hollands Kroon. Ik denk dat de stelling heel terecht is. Als je betrokken wil zijn bij je leefgemeenschap, hoef je niet per se een dorpsraad te hebben. Dat blijkt in een aantal van de nieuwe gemeenten, want niet overal zijn dorpsraden. Aan de andere kant hebben wij als seniorenpartij hebben we ons geïnformeerd over de dorpsraden zoals die er zijn in Niedorp. En wij denken dat dat een hele goede zaak is. Maar als je als gemeente dorpsraden in wil stellen en de bewoners willen dat ook, dan betekent het wel dat je gehoor moet geven aan datgene wat die mensen graag willen. En niet van, nou ja, oké, vertel het maar eens even en vervolgens gaan we drinken een glas en we doen een plasje. Dus die dorpsraden krijgt eigenlijk voor het zeggen, zegt u? Nee, dat zeg ik niet. Nee, de dorpsraden zijn oren en ogen van de gemeente. Zo zien wij dat wel. Oké, en hoe denkt uw buurman daarover? D66. Dank u wel. Niels Buske, D66. Laten we vooropstellen dat een dorpsraad, dat is eigenlijk, meer betrokkenheid kun je niet tonen. De mensen die in de dorpsraden zitting nemen, zijn betrokken bij hun omgeving, zijn betrokken bij hun dorp. En wij steunen dat enorm. Wij zien het ook als een goed middel om te horen en te voelen wat er onder de verschillende dorpskenners speelt. Moeilijk zijn stellingen om te luisteren. Echter. Want er staat voor de betrokkenheid van inwoners zijn dorpsraden niet noodzakelijk. Nee, maar ik was nog niet klaar. Oké. Ja? Dorpsraad is een instrument. Maar betrokkenheid zit ook bij inwoners in sportverenigingen. Zit er ook bij gemeenschappelijke bridgeclubs. Zit eigenlijk met alles. Betrokkenheid binnen Hollands Kroon is ook groot. En dat kunnen we niet ophangen aan alleen een dorpsraad. De betrokkenheid van de inwoners is groot en is aanwezig. En die betrokkenheid, daar moeten we als politieke partijen naar kijken. Dat we alle informatie uit die dorpen, dat we dat goed tot ons kunnen nemen. Dus u zegt dat moet eigenlijk wat breder dan alleen een dorpsraad. Er zijn meerdere informatiekanalen dan alleen een dorpsraad. Andere reacties erop. Krijgt allemaal de beurt. Ja. Lada. Ja, Ravenstein van Lada. Het is niet per se nodig dat je dorpsraden gebruikt om mensen betrokken te krijgen. Zonder dorpsraden kunnen mensen ook betrokken zijn. Je zou kunnen zeggen dat in lokale politiek het de politiek is die een beetje gefaald heeft als er een probleem was. Burgers willen gehoord worden en politiek wil het gevoel hebben dat ze die dingen doen die, met de, die de burgers ook graag willen. Dat wil Lada in ieder geval. De dorpsraden op dit moment die zijn vrij eenzijdig de ogen en oren van de gemeente. Maar er zijn meer dingen nodig. Dorpsraden zou je ook kunnen inrichten om te zorgen dat burgers onderling veel meer contact met elkaar hebben over wat er goed of eventueel niet goed gaat. Maar ze willen natuurlijk door die gemeenteraad wel gehoord worden. Hè? Dat geldt. Het is niet alleen maar een praatgroepje natuurlijk. Nee, maar lang niet alle problemen in een gemeente die kunnen door het gemeentebestuur opgelost worden. We zullen toch toe moeten naar een, laat ik het noemen, een soort burgers zelfbestuur. Met elkaar zien wat er aan de hand is en een signaal geven, zoals dat in andere culturen ook is, dat er een dorpsregisseur is die signaleert, hier gaat iets niet goed, kunnen we dat met elkaar doen? En pas als dat niet kan, dan wend je je tot de gemeente. Vindt u dat ook een burgerzelfbestuur? Pim Derder, vrij liberale. Nou, voor de betrokkenheid van inwoners zijn dorpsraden wel degelijk noodzakelijk. Wij vinden dat de gemeente wordt groter. De afstand van de burger tot het bestuur wordt ook groter. Niet alleen de gemeente wordt groter, maar de afstand wordt ook groter. En er moet toch een mogelijkheid zijn dat de burgers kunnen participeren in de dorpsraden, waardoor ze hun mening kunnen uiten die de dorpsraden over kunnen brengen naar de politieke partijen, CQ, naar het bestuur. En hoe denkt u daarover? Progressief Wieringermeer.
Ja, Doreen Siebega. Dorpsraden, wel of niet noodzakelijk, dat zal de toekomst wijzen. Progressief Wieringermeer is begonnen 2 jaar geleden om het burgerinitiatief in de Wieringermeer te introduceren. En dat was een goede zaak, want er komen steeds meer burgers om het, met het initiatief met plannen te komen. Als we het dan toch hebben over dorpsraden, is het wel een heel goed instrument, omdat een hoop burgers zich ook niet laten horen. En via dorpsraden zou de drempel wel wat lager kunnen zijn, dat de mensen dan daar gaan meepraten met de dorpsraden, dat het ook bij de partijen binnenkomt en dat we er dan ook wat mee kunnen. Mag ik nog wat zeggen? Het CDA dat ook? Ja. Nou, het CDA die is van mening dat inderdaad voor de betrokkenheid het niet nodig is om dorpsraden te hebben, maar als inwoners het initiatief nemen om dorpsraden op te richten, toont het wel een betrokkenheid. En een dorpsraad kan meer dan alleen het contact met de gemeente, zoals ook al eerder is gezegd. Het kan ook de betrokkenheid van de inwoners bij de kern vergroten en de sociale samenhang. En ook dat is heel belangrijk. Ook daar is een dorpsraad belangrijk voor. Dus niet alleen voor het contact met de gemeente, maar ook het contact onderling tussen de inwoners en de betrokkenheid bij hun eigen kern. Dan komen we bij de laatste. Ja, Peter Vekkers, GroenLinks. Nou, ik ben het met de stelling letterlijk genomen eens. Hè. De dorpsraden zijn niet per se noodzakelijk. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Het is wel een mooi middel om contact te houden. Dan is het wel heel belangrijk dat die dorpsraden een hele goede afspiegeling zijn van de kern. Hè. En niet gewoon een aantal mensen die zich op een ondemocratische manier naar voren hebben gedoet. Hoe denkt u over die democratische legitimatie? Nou, want dat is natuurlijk wel een punt. Ik wou er toch eigenlijk een beetje op inhaken. Misschien mag deze meneer het even zijn zin afmaken en dan mag u nog daar wat over zeggen. Ja, nou, in de letterlijke zin betekent dat je eigenlijk een beperking aan de duur dat iemand in de dorpsraad zit en een vorm van verkiezing dan zou moeten houden. Maar ik zeg, het is een van de mogelijkheden. Wij denken bijvoorbeeld ook aan meer werken met coöperaties. Dat is een andere manier om die betrokkenheid tot stand te brengen. Betrokkenheid is wel een heel belangrijk punt. Betrokkenheid is breder. Ja. Ik hoor mijn collega's, ik hoor burgers zelfbestuur. Ik hoor meerdere wegen die naar Rome leiden. Ik mag toch hopen dat ik hier sta als een inwoner van de gemeente Hollandse Kroon. En als mensen op mij stemmen, dan zit ik in een gemeenteraad. En in die raad neem ik zitting niet voor mezelf en niet voor het plusje. Nee, omdat ik benaderbaar ben voor de inwoners. Heel goed dat er een dorpsraad is, maar ik hoor hier links en rechts alsof dat een tussenschakel moet zijn in de communicatie naar mij of mijn collega's van D66 toe. Nou, dat vind ik absoluut niet. Ik ben benaderbaar via alle social media. D66 staat ervoor dat we straks ook alle kern ingaan, willen actief op zoek. Maar het is nog steeds zo in Nederland dat de inwoner kiest de gemeenteraad. En die gemeenteraad, dat is een volksvertegenwoordiger. Oké, daar wil ik het niet in haken misschien. Ja, die mevrouw heeft nog niet zoveel gezegd. Hè? Die is er net nieuw bij. Nou, vooruit, u nog even. Dan wilde ik toch even aan D66 vragen. Ik vind het een heel loffelijk streven. Maar als de drempel te groot is om naar de raad te gaan... Maar hoe is de drempel te groot? Kunt u mij uitleggen, een voorbeeld geven van een drempel te groot? Want ik zie dat niet. Nee, nou laat ik zeggen dat ik uit ervaring wel gemerkt heb om naar het gemeentehuis te gaan, om daar toch je verhaal kwijt te kunnen. We hebben fractievergaderingen waar mensen naartoe kunnen komen. Wordt weinig gebruik van gemaakt. Maar ligt daar dan niet de verantwoording als partij van uzelf? Ja, maar dan wil ik toch aan u vragen. Stel dat het zo zou zijn. Hoe zou u het oplossen als blijkt, als u straks in Hollandse Kroon zit, hoe u dat gaat oplossen als de burgers niet bij u komen? Hoe denkt u dat dan op te kunnen lossen? Dat is een heel cliché antwoord, maar dan zoeken wij de burgers op. Er zijn meer initiatieven wat we bedacht hebben. Wij zijn van plan om straks 1 keer in 3 maanden bijvoorbeeld met een bankstel ergens te gaan zitten. Ga maar zitten. Ik ben jullie volksvertegenwoordiging, samen met mijn clubpie. Goed, ik had gezegd nog één, maar er worden wat mensen onrustig. Dus deze twee krijgen nog het woord over dit onderwerp. En dan stoppen we het echt heel kort. 1 zin. Ja, wij draaien het ook om. Wij zoeken de burger op. U zoekt de burger op. Wij zijn als CDA heel benaderbaar. En dat zijn we nu ook en straks ook. En dit is een vorm van burgerparticipatie. Oké, ik sluit het hier bij af. U ziet, dit is een onderwerp wat u allemaal heel erg aan het hart gaat. Dus ik denk straks met de nieuwe gemeente Hollandse Kroon dat een van de thema's is waar nog wel een robbertje over zal worden gevochten van hoe kunnen we dat vormgeven. We gaan naar de volgende stelling. En die stelling luidt, we moeten uiteindelijk naar 1 grote Noordkopgemeente met haar Karspel, Schagen en Zijpen. En wat Lada daarvan vindt, volgens mij weten we dat allemaal. We gaan maar eens even ergens anders beginnen. Ja, ik denk, er staat hier op termijn... De senioren. De senioren, Hollandse Kroon, Peter Meijer. Er staat op termijn uiteindelijk
nou ja, ik heb zo'n idee dat in 2050 dat misschien best zou moeten kunnen gebeuren. Maar dan zijn wij er in ieder geval niet meer. Maar hoop ik wel dat ze zeggen, jullie hebben tot die tijd binnen Hollands Kroon gezorgd dat we een leefbare gemeente hebben. En als dat zo is, en we gaan dan aan een grote geheel omdat dat handiger zou zijn, economisch op allerlei gebied, dan heeft dat in 2050 mijn zegen. Als het maar leefbaar is. En als u er maar niet meer bent, wat zegt u? Dat is ook zo. Dat is ook zo. Dan zou ik 106 zijn. Nou, u maakt het niet meer mee. Maakt niet meer mee, nee hoor. Ik bedoel het wel vriendelijk hoor. Nee, maar ik begrijp het. Het is gewoon heel reëel. Dus. Ik sla u even over. U heeft al zoveel gezegd. Ja, doe nou. U mag straks nog even. Ja, dank u wel. Peter Vekkers, GroenLinks. Nou, één grote noordhoek, het zou kunnen, maar vooralsnog zien wij niet dat noodzakelijk is. Schaalvergroting is niet per definitie een oplossing van alles. Dat is een beetje een misvatting. Als je het afzet tegen het vorige punt, de benaderbaarheid van de gemeente, dan pleit er ook heel veel voor om juist niet te groot te willen worden. Het zal duidelijk worden. Laten we eerst maar eens kijken waar deze fusie toe leidt. Oké. Okay. Ja, u popelt natuurlijk. Ravenstein Lada, ons antwoord wordt al zo voorspeld en het is ook waar. Maar als in december de begroting 2012 openbaar wordt en ik vraag me af waarom dat precies na de verkiezingen plaatsvindt. Het zou best kunnen dat er zulke grote gaten in die begroting zitten dat het meteen overmorgen al zinvol is om met Partners in de West variant om daarover te praten. Neem onderwerpen als toerisme, economie. Je zou ook delen van de ambtelijke organisatie zou je best kunnen laten samenwerken. Ik zeg niet meteen overmorgen een fusie, maar wel kansen pakken daar waar het kan. Dus toch CETA? Ja, een beetje anders. Maar we staan hier ook alleen omdat de politici van destijds het vogeltje over het touwtje hebben laten gaan. Oké, vindt u dat ook? In groot gedeelte deel ik het wel. Alleen vind ik het ontzettend prematuur om nu al te gaan beginnen hoe we verder moeten. Als we een enorme klus hebben de komende 2 jaren. Om eerst eens te kijken hoe we dit tot een goed einde kunnen brengen. Dus maar sluit het niet uit? Nee, dat denk ik niet. De fusie is wel aangegaan. Waar ik me wel zorgen over maak is, op zich is een fusie goed. Maar als je ziet naar het grote gebied met het aantal inwoners, dan blijft het een groot gebied met relatief weinig inwoners. En als we het dan toch hebben over begrotingen en over geld, dan heb je toch meer inwoners nodig. Dus in de toekomst zou het best kunnen zijn. Helder. Vrije Liberalen, Pim de Herder. Ja, laten we eerst zorgen dat de 4 gemeenten 1 geheel worden. En dan later, misschien over 10 jaar, nog maar eens bekijken wat we verder kunnen fuseren, hoe we verder kunnen fuseren. Misschien wordt het wel heel anders dan Harekarspel, Schagen en Sijpen. Misschien drijft Niedorp wel af. Je weet, kan het nooit weten. Helene Vlaming, CDA. Het CDA is van mening dat we voorlopig met deze fusie voldoende solide basis hebben om de toekomst in te gaan. Het is ook belangrijk dat de organisatie eerst goed op poten komt. Dat is eerst de prioriteit, naast natuurlijk gewoon het doorgaan van de dienstverlening aan de inwoners. Voor de rest hebben we voldoende samenwerkingsverbanden, die taken die we niet alleen kunnen, toch goed kunnen volbrengen. Denk aan de intergemeentelijke sociale dienst, die verder wordt uitgebreid. De milieudienst en de veiligheid. U zegt voorlopig kan het wel voorlopig eerst kunnen wij, zo toe. Denken we, een goede dienstverlening aan prima de inwoners leveren. Toch nog? U heeft even geduld moeten hebben. Goed, hè? Maar dat lukt ook, hè? Nee, voor D66 is het niet aan de orde nu. Wij gaan nu voor een sterk Hollands Kroon en wat de toekomst brengt. Wat dan op ons pad komt, gaan we daar de discussie over voeren. Maar het gaat nu om het hier en nu en het is Hollands Kroon. Prima. Ik kijk even naar jou. Zijn er vragen binnengekomen? Want ik heb nog wel een stelling, maar ik denk dat als er veel vragen zijn, dat misschien ook wel interessant is. Het is nauwelijks bij te houden. Het gaat zo snel. De papiertjes stromen binnen. Nou, vooraf hadden we ook al wat gehad. Maar dat betekent dat de mensen meeleven. Dat wel. Ik moet eens even keuzes maken. Even één snel vraagje. Wat kan naar... Het was een mailtje van Marianne de Kruijf uit de Wieringermeer aan de Progressief Wieringermeerpartij. Wat vindt mevrouw van de burgerraadpleging via een referendum? Specifiek aan u. Ja, onze partij die staat bekend om een referendum, dus volmondig ja. Ja, nou dat is heel mooi. Want snel beantwoord. Nog wat meer voor ons graag aan. Lada sluit zich ook aan. Ook voor een referendum.
Ook voor een wie is er niet voor een referendum? Ja, de vraag is even of het een raadgevend besluitvorming is. Ja, nee, alleen maar ja of nee. Het referendum zegt nog niet wat het dan is. Dan zeg je nog maar nee. Goed, raadgevend. We gaan gewoon door. Goed, diverse mailtjes. Even kijken hoor. Familie Dekker. Uit Oude Niedorp. Tevens vertegenwoordiger van de dorpsraad. Nou, ik zeg hem maar eventjes van... Ze willen graag ambtenaren hebben dan voor de dorpsraad... die ze een beetje kan begeleiden. Zodat ze een goed contact met de gemeente kunnen behouden. Uit Wieringerwaard. Van Domselaar, Snoekoer, Gonje en Blank. Ook mensen van de dorpsraad. Nou, die hebben een heel verhaal. Het ging allemaal niet zo goed met de participatie daar. Daar worden ze een beetje gedemotiveerd van. Maar hoe gaat het nou met de burgerparticipatie in de toekomst? En daar sluit bij aan. Maarten en Marieke, waar ze vandaan komen, weet ik niet. Maar hoe denken de lijsttrekkers over burgerparticipatie? Twee keer burgerparticipatie en een ambtenaar die hulp gaat bieden. Dat is de vraag. Ik wou daar net nog wat over zeggen, maar toen kapte u mij af. Dus misschien mag ik dan dat afmaken. Nou, zouden we dat doen? Ja, burgerparticipatie... Okay. Het begint gewoon, hè? Ja, burgerparticipatie is natuurlijk heel erg belangrijk. Want we moeten goed weten wat onze inwoners vinden van zaken. Dus wij denken dat als CDA vinden we dat er goede afspraken moeten worden gemaakt... over communicatie met de inwoners. En daarin spelen dorpsraden een belangrijke rol. Maar ook de jongerenadviesraad, de WMO-adviesraden... en natuurlijk de individuele burger. En wij denken dat we goede afspraken moeten maken... en dat we dat vast moeten leggen, zodat iedereen weet welke rol hij heeft... en bij belangrijke zaken, maar natuurlijk bij alle zaken kunnen de inwoners zeggen wat ze ervan vinden. Maar bij grote zaken moeten we dat op een goede manier inrichten, zodat iedereen mee kan praten daarover. Oké, prima. Ja, burgerparticipatie is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ik denk wel dat we niet moeten gaan verzanden in enorme constructies, procedures, organisaties, met alles goed vastleggen en zo. Maar juist ook luisteren. En dat kan dus verschil zijn tussen de kernen. De ene kern kan een heel ander model prettig bij voelen als de andere kern. Dus vooral ook daar flexibel mee omgaan. Maar het wel hoog in het vaandel houden. Oké. Maar wij willen vooral die afspraken maken om helder te zijn. Niet om een hele ingewikkelde zaken op te richten. Oké. Senioren. Ja, ik als senior, Peter Meijer, ik heb jaren in het onderwijs gewerkt en geprobeerd om ook onze leerlingen te laten participeren in datgene wat er in de school gebeurde. En ik moet zeggen dat mijn beleving toch altijd is van een deel wil wel meedenken, maar is een groot deel wat dat niet wil. En dat zie je ook als er maar 40% of zo of 42% gaat stemmen. Dan denk ik, ja, daar kunnen we natuurlijk enorm idealistische verhalen over houden. Maar een beperkt deel van de mensen die zeggen van nou, ik wil wel wat voor je doen. En ik wil je wel vertellen hoe ik over een aantal zaken denk. Een groot deel van de dingen niet bereiken. De kunst is, hoe kun je nou toch van die 42-43% maken? Nou, ik weet niet, misschien weet D66 dat. Ja, burgerparticipatie is moeilijk. Het is heel moeilijk om mensen zeker bij de politiek te betrekken. Ik denk dat er ook voor iedereen een uitdaging ligt om mensen goed te horen. Nee, dat is helemaal... Uitdaging is ook om... Ja, mag een zin afmaken. Okay. Maar probeer het een beetje kort te houden. Morgen ga ik in debat samen met Alexander Pechtold met jongeren. Van hoe betrek je jongeren al bij de politiek? Nou, en dat is al een heel lastig onderwerp. Maar je moet bij de kern beginnen. Lada. Ja, maar het probleem is niet dat je mensen bij de politiek moet betrekken. Je moet... Als politiek moet je macht en middelen durven afstaan aan de burger... die dan vervolgens zijn eigen leefwereld kan organiseren. Als je het langs die weg probeert, dan lukt het. En wie helemaal niks wil doen, die zal door medeburgers worden geactiveerd. Jo, doe ook mee. Dank u wel. Het gaat allemaal razendsnel. Straks gaan we echt naar zorg en welzijn. Het filmpje was net al ingestart. En we gaan er nu nog een keer naar kijken. En dan staan er weer andere mensen achter de tafel. Tot zo.
live vanuit de ontmoeting. Het verkiezingsdebat voor de fusiegemeente Hollandskroon. Praat mee via telefoon, e-mail of Twitter. 23 november bepaalt u uit welke hoek de wind waait. Ja, we starten voor de derde ronde, de derde debatronde. En deze debatronde die gaat over zorg en welzijn. Nou, ik denk dat dat een onderwerp is wat ons allemaal heel erg aangaat. De landelijke media die hebben het er iedere dag over. De vergrijzing, de PGB's om het maar eens even zo te noemen. Maar ook het onderwerp veiligheid. Dus ik hoop dat we daar een leuk debat over krijgen. En we willen eigenlijk starten met een hele simpele... En dan beginnen we maar eens met gewoon ja, nee. Sorry. Er wordt al gelachen. Dat is jammer. Ja. Dat is jammer. Maar ja. We beginnen ermee. Ik had een vurig pleidooi willen houden. U houdt een vurig pleidooi willen houden. Ja, misschien kan dat ook. Zeg eens spuit 11. Dus. Ik zal de kijkers en de luisteraars even meenemen. Want de vraag gaat als volgt. Het aantal brandweerkazernes kan worden teruggebracht. Nou, die meneer heeft er al een mening over, dus die mag als laatste. Gaan we aan deze kant beginnen? Nee. Nee. Nee, tenzij... Als je even de partij, want anders weten de mensen niet wie nee zegt. Algemeen belang. Nee. Nee, nee dat kan niet. Het is wettelijk geregeld, die aanrijdtijden. Ja of nee? Nee. Moeilijk, hè? Partij van de Arbeid. Nee. Nee. Nee, 15 minuten grens zal je moeten aanhouden. Ja of nee? Moeilijk is dat, nee, hoor. Dus. Ja, VVD, nee. 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 Oh, nee. Allemaal nee. En u had een vurig pleidooi. Ja, willen houden voor de uitbreiding van die brandweerkazernes. Nou, maar ja, daar ben ik spuit 11, want ik weet er helemaal niks van. Nou, doe het even in één kort betoog. Ik weet niet of het nodig is of niet nodig is. Ik heb daar gewoon geen idee over. Geen mening over. U heeft er wel een mening over. We doen het echt even kort, hè, want volgens mij is de volgende stelling nog veel interessanter. Mij is bekend dat inmiddels er een overhead aan vastzit aan de brandweerveiligheidsregio. En ik denk dat we goed moeten kijken of dat niet minder kan. Er gaat enorm veel geld zitten inmiddels in het management. En dat gaat ten koste van, wat er, van de vrijwillige brandweer, die tegen weinig vergoeding heel veel moet cursussen moet volgen om brandweerman te kunnen zijn. En daar moet meer gebeuren. Dus wel de kazernes open houden. We hebben hetzelfde gezien bij de ambulance. Moest ook gesloten worden. We hebben ervoor gezorgd als Wieringen 05 dat die Wieringen meer er weer een post bij kwam. Oké. Hier nog iemand een reactie? Of laten we het even hierbij? Het is al gezegd, het gaat met name om die veiligheidsregio. Ja. Die 15 minuten aanrijdtijd aangebonden is. Ik bedoel, daar kun je hoog en laag springen, maar dat is de wettelijke limiet. En je moet straks bij de nieuwe gemeentes goed kijken hoe dat... dekkingsplan eruit ziet. Oké, dan laten we het daar even bij. Want de volgende vraag is eigenlijk ook heel interessant. En ik denk dat dat voor onze kijkers en luisteraars ook heel erg belangrijk is. Dankzij de fusie kan de gemeente beter zorgen voor de zwakkeren in de samenleving. Nou, dat is een hele brede vraag. Want zwakkeren, dat kunnen gehandicapten zijn. Dat kunnen ouderen zijn. Dat hoeft helemaal niet natuurlijk. En zo zijn er nog diverse doelgroepen. Dus het is aan u. Wie wil de aftrap doen? Lada. Ja, we zijn van mening dat grote of kleine gemeenten, dat maakt niet uit. Het is de politieke keuze die je maakt, die maakt of je zwakkeren kan helpen. Wat wil je doen en hoeveel geld wil je daarvoor uittrekken? Dat kan in grote en in kleine verbanden. Maar waar hangt het dan vanaf? Kiezen, weten waar je voor staat. Prima. En LADA zou ze graag in alle situaties willen helpen. Oké. Partij van de Arbeid. Ja, Partij van de Arbeid. We werken op dit moment in Noord-Holland-Noord al heel intensief samen. Als het gaat over het Noorderkwartier, als het gaat over de intergemeentelijke sociale dienst. Mensen help je het meeste met bewuste keuze. En dat betekent stemmen op partijen die echt voor mensen gaan. En dus niet stemmen op CDA, VVD, die zeggen dat kinderen die een vakantiebaantje hebben de bijstand van hun ouders kunnen gaan betalen volgend jaar. Oh jee. Kijk, nou wil de VVD vorderingen, dat weet ik zeker. Oh ja hoor. Want die voelt zich aangesproken. Onterecht. Nou, ik denk dat mag hij ook, ja. Dat is ernstig.
de heer Van Dijk overdrijft op dit moment heel erg. Als we kijken naar de WMO-budgetten van de afgelopen jaren, die netjes de kosten die we uitgegeven hebben voor hulp, dat allemaal heeft gekund voor de budgetten die we hadden. Als we ook kijken dat we best op een hoogwaardig niveau zitten om onze zwakkeren te kunnen helpen, ben ik ervan overtuigd dat we met Hollands Kroon het alleen nog maar beter kunnen doen en efficiënter. En met die efficiëntie kunnen we juist weer wat geld besparen bij het personeel en misschien weer meer inzetten voor onze zwakkeren. Ja, maar meneer Zwaag, u kort gewoon en dat lost u niet met efficiëntie op. Dat is wel zo. Als je dat op de juiste manier doet, op de juiste manier mensen benadert. Van ons betreft gaat er een ambtenaar van Hollands Kroon de mensen thuis bezoeken om te kijken wat de mensen echt nodig hebben. Om te vertellen dat hun kinderen de bijstand mogen gaan betalen. U overdrijft hierin, meneer Van Dijk. Het gaat echt om hoe je die hulp bij die mensen kan krijgen die het echt nodig hebben. En daar moet je de kosten maken voor de hulp. Nou, het gaat langs u heen, maar u wilt zich er vast ook mee bemoeien. Rechtsom. Ja, het moet wel betaald kunnen worden. Maar ik denk dat het een van de uitgangspunten is om deze fusie aan te gaan. Dat we voor die zwakkeren kunnen blijven staan. Het geldt ook voor het PGB, de uitvinding van de VVD. En dat werkt inderdaad goed. En dan moet je dat niet gaan afbreken. Niet afbreken. Nog behoefte aan een reactie op dit onderwerp? Nou kijk, wij zijn er natuurlijk voor dat we voor de zwakkeren zo goed mogelijk zorgen. Maar als ik nou deze stelling lees, dan denk ik, zit daar toch niet onder een enorm stuk bureaucratie. Ja. En als je die bureaucratie nou afschaft, kun je dat geld weer besteden aan de mensen die het helemaal niet zo breed hebben. Daar is het VVD het helemaal weer mee eens. Maar ik vind dat het allemaal wel makkelijk gaat om de bureaucratie af te schaffen en tekorten op het gemeentepersoneel en op het gemeentehuis en zo. Maar als u zegt, ik wil extra geld ergens aan besteden, zou je daar toch ook mensen bij moeten hebben die het doen? Ja, maar misschien zijn daar ook wel andere manieren voor te vinden. We hebben het net over dorpsraden. Er zijn bijvoorbeeld verschillende belangenbehartigersverenigingen. Als die nou eens meehelpen om op de een of andere manier via die vrijwilligers en je steunt de vrijwilligers om zicht te krijgen op waar nou echt de ellende zit. Ik denk altijd maar, een stelling die ik heb is nooit meer mevrouw Schreutelkamp. Dan weet u niet wie ik bedoel, maar dat is een mevrouw in Middenmeer die 3 weken dood lag. En dan denk ik, mijn hemel, in mijn dorp, daar ligt iemand 3 weken dood. Dat mag nooit meer voorkomen eigenlijk. Maar u zegt meer vrijwilligerswerk. Dat is een zwakke, was ook een zwakke in de samenleving. Als er meer vrijwilligers waren die ook daarop gelet hadden, dan had je het misschien met elkaar kunnen oplossen. Zoals die voedselbanken bijvoorbeeld, die toch op de een of andere manier in de behoefte voorzien. Oké, duidelijk. Mag ik hierop nog even reageren? Die kant. Ik heb nog helemaal niks gezegd. Ik ben de lange algemeen belang Hollands Kroon. Met de invoering van de WMO zijn er ook binnen de gemeentes de WMO-adviesraden opgericht. En juist deze WMO-adviesraden kunnen met betrekking tot de zorg voor de zwakkeren in onze samenleving een heel goed middel zijn voor ons als raadsleden straks om onze politieke keuze te bepalen hoe wij omgaan met de zwakkeren in onze samenleving. Duidelijk. Ja, ik ben een lokale politieke partij, Lada, maar toch kun je dit probleem niet enkel lokaal zien. Als je weet dat minister Donner nog steeds zijn hypotheek van meer dan 1 miljoen mag aftrekken, dan kun je ook zeggen in Den Haag worden verkeerde keuzen gemaakt. Die zouden meer ten gunste moeten komen van de zwakkeren. En dan kunnen we de problemen, er zijn goede opmerkingen gemaakt, maar dan ben je niet zo moeilijk bezig, want het kan anders. We gaan naar de volgende stelling. Tenzij er nog iemand van u iets echt kwijt. Want ik zag u nog eigenlijk even ademhalen. Nog heel kort. Ik denk dat de grootste volksziekte die het kan worden is de eenzaamheid in onze samenleving. Vrijwilligers zijn heel erg belangrijk. Mensen die op een of andere manier het arbeidsproces raken door een werkeloosheid, moeten we ook stimuleren, zolang ze dat werkeloos zijn, om in te zetten voor ook die zwakkeren. Ja, maar het is wel erg makkelijk op te lossen, hè? Door steeds te roepen vrijwilligers, mensen die werkeloos zijn. In deze streek laagste werkeloosheid. Vrijwilligers, die doen al ontzettend veel. In toenemende mate doen we beroep op vrijwilligers. Je kunt niet alles afwentelen. Ik vind vrijwilligers geweldig. Maar... Oké, we gaan het hierbij laten. Vrijwilligerszorg, dat is een jammerlijke ontwikkeling. Oké, Henk staat alweer klaar. Er zijn vragen van inwoners. Ik stel voor om niet naar de volgende stelling te gaan, omdat we de nodige reacties hebben gehad. Veel de reacties. Kiezers, die zijn het belangrijkste. Dus Oké, dan laten we de volgende stelling zitten. Gaan we gewoon voorlaten. Henry Westra uit Hippolytushoef die vraagt, waarom wordt op de site van PVL de gemeente Annapolona en Niedorp niet vermeld als fusiepartners? PVL. Maar PVL zit er net niet. Oh!
Dan laten we die even zitten, want anders gaan we het oneerlijk doen. Dan doen we die. Daar heb ik geen erg in gehad. Ik heb even gekeken naar de vraag. Gaan we gewoon door naar Gerrit Kramer uit Wieringerwaard. Die stelt een meer algemene vraag. Die zegt, we hebben begrepen van de huidige gemeente dat de subsidies in 2012 gelijk blijven. Hoe denken de politieke partijen over de subsidies aan culturele en muziekverenigingen in de nieuwe gemeente? Ze vrezen dat dat allemaal flink naar beneden gaat. Aan jullie. Ja, nou, het is de schuld van de banken. Even je partij noemen, en voor de radio is dat wel belangrijk. Het is de schuld aan de banken die dit allemaal veroorzaakt. Ja, maar dat kunnen we niet meer oplossen. Althans, wij niet. Dus u moet toch een oplossing kiezen voor een antwoord op uw vraag. Ja, subsidies. Ik denk dat je die zeker dit komende jaar met de harmonisatie zult moeten laten bestaan zoals ze zijn. Daarna kun je ze natuurlijk excessief, die kun je wat minderen. Maar je moet er wel rekenschap van houden dat de verenigingscontributies natuurlijk niet boven het landelijk gemiddelde uitstijgen bijvoorbeeld. Dus je kan het wel zeggen van we gaan de subsidies verminderen, maar dan wordt het onbetaalbaar. Oké. Okay. Ik vind het een beetje een lastige algemeen vraag aan deze. Ik ben de lange algemeen belang. Ja, maar burgers stellen ook wel eens lastige vragen. Hè? Daar, ja, nee, maar goed. Dat is het probleem. Wat doen we met de subsidie? Voor volgend jaar is het geregeld. We hebben met z'n allen afgesproken van daar komen we niet aan. Pas in 2013 moeten we gaan kijken wat gaan we doen met de subsidies. Er zijn ook een heleboel verenigingen die heel goed voor zichzelf kunnen zorgen. En het is alleen maar goed om de mensen aan te moedigen lucratief en inventief bezig te gaan met de manier waarop ze hun vereniging runnen, zeker hun cultuurgroep of wat er ook is. Er zal misschien altijd nog een klein stukje subsidie aan moeten worden toegevoegd, maar ik denk ook dat men zelf kan proberen het hoofd boven water te houden. Ja, dus jullie hebben ervoor gekozen, zeg maar, eerst voor die harmonisatie, dus dat die subsidies gelijk getrokken worden. En dat zal al waarschijnlijk betekenen dat het voor de een wat omhoog gaat en voor de ander wat omlaag. Begrijp ik dat goed? Ook even voor de mensen die zitten te luisteren. Nee, wordt er geschud. Nee. Hoe is het dan? Kunt u mij dat uitleggen? Dit jaar hebben we gezegd, in het overgangsjaar, de subsidiebeleid dat we hadden van de vier gemeenten, dat zetten we nog voort. Maar dus voor iedere gemeente blijft het hetzelfde, het nu is? Dus het komende jaar gaan we daarover debatteren. Oké, dus die harmonisatie komt nog niet het komende jaar? Nee, dan gaan we dat uitvinden hoe dat moet. Nou, ik denk dat de burgers al aangeven, die willen gehoord worden. En we hebben het straks gehad over burgerparticipatie, dus een schone taak, denk ik. Nou, met z'n allen met de bank op straat, hè? Ja, dat zou kunnen. En luisteren. Ja. Maar ja, goed. De bank was het probleem, dus zet die bank maar op straat. Dat is wel een goede suggestie. Ja. Nou, dat is een leuke uitdaging voor de nieuwe gemeente Hollandsch-Kroon met de bank op straat. Had je nog meer vragen? Welke kant het echt op gaat, ik heb het nog niet helemaal gehoord. Ze houden zich behoorlijk op de voet. Nou, ze houden het dit jaar zoals het is. Dit jaar is het nog goed. Maar dat is wel de moeilijke hoe keuze. Hoe het in de toekomst gaat, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. We gaan nog even naar een reactie van een man die hier al vaker op de vloer heeft gestaan. Per e-mail kwam binnen een mailtje van meneer Theo Morris. Wel bekend geloof ik. Waarom was het nodig dat alle politieke kopstukken uit Den Haag hier aanwezig waren of zijn? Is dit om de fusie te legitimeren, zegt hij? Oké. Ik vind het puur een zwaktebod van de landelijke partijen. Jullie mogen allemaal even. Een zwaktebod. Partijen om hun grote voortrekkers hier naartoe te halen. Kunnen de partijen het hier zelf niet af? Wij doen het toch ook helemaal alleen? Jullie doen het alleen. Kijk naar de lokale partijen. Lada. Ik vind het ook ondermijning van dit hele verkiezingsproces dat Haagse mensen zich hier gaan vertonen. Laten ze dat na de verkiezingen doen. En er zijn er ook die zijn tijdens het hele fusieproces hebben die niet van zich laten horen. En nu lopen ze van de week rond. Schande. Ja, ik begrijp dat plaatselijke partijen zo reageren. Maar het moet natuurlijk duidelijk zijn dat in dit land op drie niveaus bestuurd wordt. Landelijk, provinciaal en gemeentelijk. En de kracht van landelijke partijen is dat ze op alle niveaus invloed kunnen uitoefenen. Dat dat van boven naar beneden kan, van beneden naar boven. En daardoor slaan lokale partijen op het provinciaal en landelijk niveau geen deuk in een pakje boter. Maar meneer Van Dijk... zien hier. Hij is in een auto gekomen, een zaaltje ingegaan, dwars door Hollandsch-Kroon heen gereisd naar het volgende zaaltje en weg was hij weer. Nou ja, kun je, als je het daarvan moet hebben, ik vind het prima. Volgens mij moet hij nog komen. Mijn linker buurman voor de kijker. Zeg nog even je partij, want de radio die kan niet kijken. Wieringen 05, de lokale partij. De landelijke partijen gaan prat op hun invloed die ze kunnen uitoefenen in Den Haag. Dat begrijp ik. Ja. Maar resultaten heb ik nog niet gezien.
Maar dat was de vraag niet. De heer Van Dijk heeft er net al het een en ander gezegd over de landelijke partijen. Het is voor de VVD ook zo, de dingen die je hier voor elkaar wil maken, als het om economie gaat, als het om woningbouw gaat, als het om scholing gaat, heb je de landelijke partijen nodig. In de Tweede Kamer vallen besluiten, in de Provinciale Staten vallen besluiten, in de gemeentes vallen besluiten. En wij als landelijke partijen kunnen onze partij met dat soort besluiten beïnvloeden en met elkaar beleid maken, die uiteindelijk ook hier in Hollandskroon invloed heeft. Vriendjespolitiek heet dat. Senioren. Nou, u lult uit uw nek gedaan, meneer. Wij als senior Hollands Kroon hebben geen prominent in Den Haag. Maar het lijkt mij best leuk om straks op de Zeevers Vissenmarkt met Rutte een visje te eten. En het lijkt mij voor jullie ook de moeite waard om ermee in discussie te gaan. Hè? Dat hij geen gratis is. Want je kan ze natuurlijk ook even flink aan de tand voelen. Ik kijk even, Henk, heb jij nog vragen van inwoners? Of zijn we er doorheen? Dit ging even razendsnel, dus toveren er nog één uit de ooghoed. Diana Klaver uit Annapolona. Hoe denken de partijen over de uitbreiding van het industrieterrein Kruiswijk met nummer 3, terwijl nummer 2 nog niet eens is volgebouwd en er nog panden leeg staan? Oh, dat is wel heel erg detailistisch. Ik weet niet of we dat allemaal weten, hoor. Ja. Is er iemand die daar wat vanaf weet? Maar van de vorige keer hebben we het al behandeld. Eerst de oude volbouwen en dan nieuw. Eerst het oude volbouwen, dan het nieuwe. Ja, dat is dezelfde conclusie die ook de provincie trekt. Terecht. Dan ga je goed met de ruimte om. Goed. De klok is nog niet gegaan, anders heb ik nog maar een vraag. Dan ga ik weer terug. Nou, wat we nog kunnen doen is de laatste stelling even heel kort. Bibliotheken, want daar ging het er straks in de eerste ronde al even over. Bibliotheken kunnen dicht, geef iedereen een e-reader. Ja. Ja. Nou, daar wil ik graag wel wat over zeggen als algemeen belang. Ik heb in de eerste ronde gezegd dat als je een keuze moest maken, als er een grote bezuiniging zou moeten komen, wat je dan zou moeten doen. Toen heb ik gezegd, bibliotheken privatiseren. Want daar kun je geld halen. Hier zou je ook geld kunnen halen door de mensen e-readers te geven. Maar ik vind dat er voor een bepaalde leeftijdsgroep in onze gemeente moet je die bibliotheek verder niet afschaffen. Daar moeten gewoon de boeken voorhandig blijven. Want die zijn niet gewend om te gaan met een e-reader. Dus wel gaan wennen aan een e-reader, maar niet voor iedereen. Een voldongen feit en ik vind daar moet je rekening mee houden. Okay. Ja. Een multifunctioneel Ravenstein van Lada. Wij denken dat het een multifunctioneel gebouw moet worden dat de hele week open is. Er is al internetaansluiting. Vrijwilligersorganisaties hebben daar een prachtplek om te overleggen buiten de openingsuren van de BIP. Het bezwaar van de e-reader is, vandaar Partij van de Arbeid, dat je mensen verder in een isolement brengt. Hè? De bibliotheek brengt mensen bij elkaar. Of je bibliotheken moet openhouden op de huidige manier, daar kun je vraagtekens bij zetten. Ik kan me ook goed voorstellen dat je dependances gaat plaatsen in multifunctionele accommodaties in kleine kernen. Want nu zie je die grote bibliotheek ook al bij de kroeg, de supermarkt en alle andere voorzieningen zitten. Dus in die wijken ontmoeten mensen elkaar al. Okay, maar de e-reader, dat is leidt tot een isolement. Nieuwe technieken moet je inderdaad gebruiken. Een betere oplossing is de boekencarousel of de jukebox voor boeken. Zet die bij de super neer. Dan kan een euro erin en je boek eruit. Bijvoorbeeld. Oké, helder. Dat de bibliotheek in de oude vorm zal wijzigen, in welke duidelijkheid weet ik niet. Ik hoor het publiek al over die euro, hè? Hoe de bibliotheek in de toekomst precies gaat uitzien, weet ik niet. Hij gaat wel veranderen. Hij hoeft niet per definitie direct dicht. We moeten gewoon kijken hoe wordt hij bezocht en hoe gaat de techniek. Met de vooruitgang van de techniek moet je ook daar dingen veranderen. Ja, Peter Meijer, Hollands Kroon. Ik was in Australië en daar heb ik zoeken naar internetmogelijkheden. Die waren overal in bibliotheken. Dat vind ik heel interessant dat Lada dat noemt. En daar kwamen heel veel mensen boeken halen. Want ik vind het, zou het verschrikkelijk jammer vinden als het boek verdwijnt. 2050, oké. Maar nu, als schoolmeester, wil ik toch nog wel niet. Boeken houden. Goed, wij ronden af. We hebben de discussies gevoerd met elkaar. Had jij nog een vraag? Want nee, ik hoor de klok al tikken. Vanwege de tijd moeten we inderdaad weer verder. We gaan straks even weer wisselen van lijsttrekkers. En dan gaan we naar het laatste onderwerp, de vierde ronde. En dat betreft dan de duurzaamheid. Maar we kijken eerst even naar een filmpje.
live vanuit de ontmoeting. Het verkiezingsdebat voor de fusiegemeente Hollands Kroon. Praat mee via telefoon, e-mail of Twitter. 23 november bepaalt u uit welke hoek de wind waait. En we starten voor de laatste debatronde. Het vliegt uit onze handen, want de onderwerpen die komen van alle kanten binnen. En we hebben toch met elkaar, denk ik, een vrij breed spectrum aan onderwerpen behandeld. Dus ik hoop dat het strakjes voor iedereen duidelijk wordt op welke partijen ze willen gaan stemmen. Want er zitten toch wel grote verschillen tussen de diverse partijen. We gaan het nu hebben over duurzaamheid. Duurzame ontwikkeling is nodig om de leefbaarheid van onze gemeente Hollands Kroon te behouden. En daar hebben we een aantal stellingen over. En u staat alweer klaar voor de nieuwe stellingen. En de eerste stelling luidt: nieuwe grote windturbines plaatsen is een goed idee voor het milieu. Wie wil de aftrap? Ja, we zijn SDC. Wij hebben een aantal stellingen gekregen en ik moet zeggen, die stellingen, daar ben je heel sterk afhankelijk van het landelijke en ook van het Europese, maar ook van de provincie. Dus het maakt het lastig om een goed afgewogen antwoord hierop te geven. Maar om met de eerste stelling te beginnen, het Sociaal-Democratisch Collectief is tegen het solitair plaatsen van windmolens. Uitsluitend nog geclusterd. Het opschalen is wel belangrijk, want Nederland moet nog een inhaalslag maken wat betreft windenergie. Maar ja, in ons hart zeggen we toch van ja, zet ze op zee. We hebben nu 3 velden, er zouden er 50 komen. Maar zelfs dat is een moeizaam proces. Dus binnen onze gemeente willen we dat heel afgewogen gaan bekijken. En dat betekent dat er? Niet solitair. En opschalen incidenteel, ja, we zien ze liever weggaan solitair en dan geclusterd bij elkaar. Helder. Ik zag u reageren van de ChristenUnie. Ja, dat klopt. U had volgens mij een andere mening, want u schudde nee. Ja, op delen zeker een andere mening, ja. Naast het opschalen, dat is uiteraard van belang ook vanuit allerlei milieuperspectieven. In de Wierimeer zijn we overigens bezig met het windplan. En dat voorziet een heleboel oplossingen voor deze problemen. Solitair inderdaad weg, daar ben ik het helemaal mee eens. Opschalen in lijn ben ik het ook mee eens. Maar het is wel eindig. En ik denk dat het ook eindig is wat het landschap kan hebben. En ik ben niet voor ongebreideld uitbreiden, ook niet van lijnopstellingen. Want daarnaast, naast windenergie, er nog een heleboel andere vormen van duurzame energie. Denk aan biomassa, er zijn nog heel veel mogelijkheden. En die moeten zeker ook uitgenut worden. Helder. Andere reacties? Ja, Peter Vekkers, GroenLinks. Ja, wij zijn natuurlijk heel erg voor windenergie. Of eigenlijk, breder gezegd, we zijn ontzettend voor duurzame energie. Dat is ontzettend belangrijk. Maar niet tegen iedere prijs overal. He, de opschalen van windmolens, grote windmolens, graag, vooral op zee. Er zullen er ook een aantal op land moeten. Maar ik denk wel dat het, juist als je het over duurzaamheid hebt, heel belangrijk is om ook te kijken naar de invloed qua geluid, qua slagschade enzovoort op de omgeving. Natuurlijk hebben we met z'n allen ook een verantwoordelijkheid. We kunnen niet zeggen van ik wil graag genieten van alle economie, maar ik wil geen last daarvan dragen. Maar het moet wel in balans zijn. Dus het liefst op zee, wat ook een deel op land. En daarbij zullen we heel kritisch met elkaar moeten kijken van is er een balans tussen wat het oplevert en wat het ons kost aan overlast. Ja, op zee. Ze willen het allemaal op zee. Wilt u het ook op zee? Want dat is natuurlijk wel makkelijk, hè? Dat is lekker ver weg. En meer wind. En meer wind. Ja. Ja, het is het verschuiven van de problemen. Wij hebben in de Wieringermeer hebben het windplan ontwikkeld. Progressief Wieringermeer staat zeker voor duurzaamheid. Alleen hadden we een afspraak gehad, in tegenspraak tot wat de ChristenUnie zegt. Het aantasten van de omgeving, hadden we gezegd, de solitaire windmolens weg en clusteren. En daardoor niet meer windmolens. Het uiteindelijke plaatje van het windplan is dat we de oorspronkelijke plan verlaten hebben, dat er dubbel zoveel windmolens komen. Mm-hmm. Wij vinden dat echt een aantasting voor het milieu, voor de woonmilieu, voor de mensen. En gezien ook de subsidie en alles die eraan vastzit, ondanks dat het windplan en de wind goed is voor het milieu, kiest PW voor zonne-energie. En hier is nog sprake van onjuiste voorlichting. Vertel, onjuiste voorlichting. Ja, dit is echt totaal buiten de waarheid.
Het is waar dat een aantal is genoemd als uitgangspunt voor het opschalen. Maar dat er nu een dubbel aantal is, dat is echt ver bezijden de waarheid. Maar wel stuk. Mag ik daar even op reageren van de ChristenUnie? Ja, natuurlijk. Ja? Want ze onderbreken. Want ik word eigenlijk nu beschuldigd dat ik de dingen niet goed zeg. Ja. Wij hebben een duur bureau ingehuurd om te kijken. En uiteindelijk kwam eruit de boogspant. En u weet net zo goed als ik dat we één vaste reden hadden. Er zouden niet meer molens komen dan dat er nu staan. Mag u mij zeggen, komen nu meer molens of niet? Ja, er komen een aantal molens. Dat hebben we met elkaar afgesproken. De raad heeft ingestemd met het model zoals het er nu voor ligt. En daar is een aantal molens meer dan het originele uitgangspunt. Maar sprake is van een verdubbeling is niet waar. Oké, we stoppen daar even over D66. Ja, ik denk, ik ga niet... Nee, ik sta er maar niet mee. Nou, ons standpunt is... Hou je even op zee. Ja. Ons standpunt is helder en duidelijk daarin. Het voordeel is, ik weet het niet, want ik kom niet uit het gebied. Dus, Wij zijn er helder en duidelijk in. Wij zeggen, Wimplan Wieringermeer, goed initiatief. D66 speerpunt, duurzaamheid, daar zijn wij voor. Echter, wij zijn pleiten voor een stop op de het windmolenuitbreiding op het gebied van Hollands Kroon. En we volgen provinciaal beleid voor op zee. De discussie gaat natuurlijk, is het goed voor het milieu? Nou, duurzaamheid en windenergie is niet alleen goed voor het milieu. Dat maakt ons ook onafhankelijk van fossiele brandstof. En dat is misschien nog wel een belangrijke punt, internationaal gezien. Ik hoor mijn collega daar, die heeft het over subsidies. En kunt u me uitleggen waar u naartoe wilde? Nou, ik wilde het eigenlijk afmaken inderdaad met zonne-energie. Nee, ik wilde alleen even vragen over de subsidies. Nee, ik wil het even over de subsidies hebben. Daar kom ik dus nu op. Waarom wij kiezen voor zonne-energie is, de laatste twee jaar is er toch 40% van de mensen die voor zonne-energie hebben gekozen, hebben het zonder subsidie gered. Ja. En daar wil ik dan naartoe op de vraag van de subsidie. Ik dacht dat u misschien naar richting fossiele brandstoffen wilde, want ik had hier toevallig 6,5 miljard staan. Het gaat mij om de subsidie van de zonne-energie. Okay. Dat blijkt dat mensen het zonder subsidie voor elkaar krijgen. En ook omdat het voor iedere burger dan in de mogelijkheid ligt om aan zonne-energie te komen, kiezen wij daarop. Wij als Hollands Kroon moeten gewoon kijken naar de elementen wat we hebben. En dat is zon, wind en water. En uiteindelijk zijn de mogelijkheden van wind worden beperkt nu. We hebben een heel groot, mooi project. Goed initiatief ook. Maar we zullen ook moeten kijken naar andere duurzame oplossingen. En zeker in dit gebied. Ik weet niet, wilt u er nog op reageren, meneer de Herder? De nieuwe grote windmolens. Nou, er is min of meer goed voor het milieu. Maar er is geen CO2-uitstoot, maar ze moeten wel gemaakt worden, onderhouden worden. Dus je hebt, op een andere plek heb je wel weer CO2-uitstoot. En wij gaan meer voor de aardwarmte, zonne-energie en de biomassa. Want windmolens kosten nog altijd heel veel geld. Dus je bent tegen uitbreiding van die windmolens? Weet u wat een biomassa-installatie kost? In deze volgt de Partij van de Vrije Liberalen het beleid van de provincie. En dat is windmolens op zee. Helder, ik denk dat we dit hiermee wordt de prominente aanwezigheid van windmolens op het landschap. Mag ik daar een aanvulling op geven? Laatste reactie, dan gaan we naar de volgende stelling. Kijk, juist als je naar echte duurzame energie wil, moet je werken aan diversiteit. Heel veel duurzame bronnen zijn niet constant. En dat betekent dat je altijd grote centrales in stand moet houden om de schommeling op te vangen. Tenzij je het uitgaat middelen door en zon, en wind, en aardwarmte, en straks misschien getijden, de zoet-zoutwaterscheiding. Juist op alle fronten moet je maximaal inzetten. En als je kijkt in wat voor gemeente wij leven, dan zien we dat we het allemaal in huis hebben. Dus ik denk dat Hollands Kroon juist... Dat is wat breder moest. Ja, dat is natuurlijk het lastige van zo'n vraag die alleen maar gaat over die windturbines. Maar ik denk ook dat we in Nederland daar gewoon een voortrekkersrol in kunnen nemen. Dus u zegt, de nieuwe gemeente moet een voortrekkersrol vervullen om alternatieven te bedenken. Ja, misschien wel een kenniscentrum voor absoluut. Goed, ik stel voor dat we het daar even bij laten. Dan gaan we naar de volgende stelling. En die gaat over de megastallen. Megastallen zijn welkom in Hollands Kroon. Wie wil daar eens mee beginnen? Ja. Hij was net al aan het woord. Ja, ik probeer het een beetje eerlijk te doen. Het lukt niet altijd hoor, maar ik doe wel mijn best. De ChristenUnie heeft wel even wat moeite met de term megastallen. Want op welk moment is een stal een megastal? Dat is een hele moeilijke definitie. We moeten ons realiseren, daar zijn we ons als ChristenUnie ter degen van bewust, dat we hier maar te gast zijn en we mogen de aarde beheren. We mogen ook het vee beheren. En het is ook consequentie van hoe je omgaat met natuur en milieu, hoe je omgaat met dierenwelzijn. Het is geen garantie dat een kleinschalig bedrijf beter voor zijn beesten zorgt dan een grootschalig bedrijf. Daar moet ook uitgangspunt zijn, en dan, of het nou meegestal heet of niet meegestal heet. Dierenwelzijn is uitgangspunt, hoe je daarmee omgaat. En dat als het op een goede wijze geborgd is,
dan is de omvang daarvan nog ter discussie. Helder. Wie? Gaat u gaan. Meegestallen. Ja, een moeilijke... SDC. Ja. Ja, je moet het vaak zeggen, anders weten ze het niet. Anders weten ze het niet, nee. Maar ja, het is een moeilijk probleem. In Amerika melken ze 3000 koeien. En ja, ik vrees ervoor dat wij die richting ook opgaan. Waarom vrees je daarvoor? Nou, in zoverre... ja, de wereldbevolking neemt toe. En je zal steeds efficiënter gaan werken. En we zien het al in de Agriport natuurlijk, hoe de tomaten, paprika's en komkommers gekweekt worden. Oh. Dat is grootschalig. Echter, wij waken er wel als SDC voor dat we... Het welzijn van de paprika's. Nou, nee, inderdaad, de welzijn voor de dieren. Maar bovendien, we hadden het over duurzaamheid, want daar gaat het om. We hebben het ook over biovergisting vanzelf. Dus het zou heel goed mogelijk zijn dat daar woonwijken met duurzame energie verwarmd kunnen worden. Echter, ja, die garanties heb je op dit moment niet. Maar het is wel iets waar we zeggen van, oké, we gaan het bekijken. Hoe heet het, miljoenen kippen op een kluitje, ja, dat ligt weer wat moeilijker. Dus ja, het is natuurlijk ook een algemene stelling. In dat geval gaan we dat toch echt bekijken. Per geval bekijken. Ja. En nee, GroenLinks. Ja, voor GroenLinks is een megastal sowieso uitgesloten. Kijk, als je realiseert dat een megastal alleen maar verliezers kent. Hè. Voor iedere megastal die er komt, moeten 3 gezonde boerenbedrijven wijken. Dan hebben we het nog niet eens over het dierenwelzijn. Over de gezondheidsrisico's die de boeren zelf lopen. En het is sowieso een doodlopende weg. Op het moment dat je de... Voorzitter, ik vind dit een kuldiscussie en ik zal u zeggen waarom. Wil je kleine ondernemers, wil je die redden voor de toekomst, dan moet je kijken naar landen als Noorwegen en Zwitserland. Daar wordt agrariër wordt gesubsidieerd. Dat doen wij in Nederland niet. Willen we dat wel, dan zal het inderdaad vanuit het landelijke moeten komen. Maar die schaalvergroting gaat door. Goed, maar nu dat even is, GroenLinks. Dat is de gebaseerde vraag, die schaalvergroting doorgaat. Want het leidt nergens toe. Hè. Het leidt alleen maar uiteindelijk tot verliezers. En waar wij voor staan is gewoon een eerlijke beloning voor eerlijk voedsel. En dat maar is nu heel die megastallen, wat wil je daar nu mee? Ja, gewoon niet. Niets. Maar laten we eens eerlijk met elkaar zijn. Antwoord op wat voor problemen dan ook. De definitie van een megastal, wie kan er mij vertellen? Want we hebben het hier over megastallen. En daar gaat u over. Nee, dat vertelt niet. U het mij. Nee, ik ga daar niet over. Schaalvergroting in de veehouderij. Oké, intensieve veehouderij, daar heb ik wel beeld bij. Maar megastal wil niet zeggen per definitie dat er dan meteen een hok is waar te veel dieren op elkaar zitten met alle gezondheidsrisico's van dien. Dus schaalvergroting in de veehouderij wil niet zeggen dat gelijk opgaat met een minder dierenwelzijn. Ja, de vrouw wilde ook reageren, want ze staat aan de zijkant, maar ze moet wel aan de beurt blijven, denk ik. Nou, ik denk, ik wacht de discussie even af, want ik vind het wel leuk om van iedereen even te horen. Maar ons principe is inderdaad, we hebben heel veel discussies gehad, wat is een megastal, en niemand kwam er eigenlijk uit. De hoeveelheden, wij zijn tegen megastallen. En ik zal u ook vertellen waarom. Het is natuurlijk een algemeen onderwerp, megastallen, kip of wat dan ook. Maar als ik dus kijk naar de megastallen... Hoe kunt u tegen zijn iets dat u net zegt? Ik maar weet laat mevrouw even uitpraten en dan kunnen we naar de vragen van de zaal. Want die staan alweer te trappelen hier. De megastallen heb ik hiermee te maken hoe grootschaliger, hoe preventiever je moet werken. De gezondheidszorg staat voor ons vooraan. En als ik zie hoeveel preventieve antibiotica er moet worden gebruikt, dan is er nog een wereld te winnen. Goed, dus er is een wereld te winnen. Daar wou ik het bij afsluiten. Ja. Ik denk het woord is weer aan jou. Vragen van... Van megastallen naar mega veel e-mails. Ik weet haast niet meer wat ik daar naar voren moet brengen. Eens even kijken, wat heb ik hier? Ik heb hier een berichtje van Simon Kranenburg. Er is het aanspreekpunt Groen van de dorpsvereniging van Ewijk Sluis. Nou, om een lang verhaal kort te maken, het komt erop neer. Groen wordt niet goed onderhouden. Ze zijn het zelf maar gaan doen. En hoe gaat dat straks in de nieuwe gemeente? Blijft daar ruimte voor? Hoe staat men tegenover participatie van de burgers om het groen te onderhouden? Eerst maar even deze. Ja. Het is een bekend probleem. De afgelopen jaren zijn door de bezuinigingen en minder financiële middelen... het eerste waar gemeentes voornamelijk op hebben gekort is het onderhoud van het openbaar groen. Wij als D66 vinden dat de openbare ruimte leefbaar moet zijn. Dus dat hoort ook bij het goed onderhouden van groen.
De manier waarop we dat kunnen doen met de beperkte financiële middelen, daar zullen we een oplossing voor moeten gaan zoeken. En wellicht waarschijnlijk ook in samenspraak met bewoners of uitbesteding. Ja, want dat is de vraag, hè? Van in hoeverre mag die burgerparticipatie die er nu al is, zou natuurlijk fijn zijn. Mag die blijven? Ja, dat absoluut. ChristenUnie. Het heeft niet alleen te maken met bezuinigingen op groen. Het heeft ook te maken met dat een aantal bestrijdingsmiddelen niet meer mogen. En daar ben ik heel erg blij om, laat ik dat vooropstellen. Maar het heeft wel consequenties voor het onderhoud van het groen. Dat is gewoon arbeidsintensiever daardoor. Het is wel knap hoe jullie iedere keer weer in staat zijn om er iets anders bij te halen. Ja. Hè? Geweldig is dat. Ja, ik geef wel antwoord op de vraag naar mijn idee. Maar goed, dat is een ander levensmiddel. De eerste 30 seconden was iedereen zo kort. En nu... Je vraagt dit en je krijgt dat. Heerlijk. Maar om het verhaal af te maken, dus het is niet alleen arbeidsintensiever geworden. Maar het lijkt me ook een heel goed plan. In de Wieringermeer zijn we daar al mee begonnen om allerlei stukken snippergroen. Dus stukjes waar je als gemeente niks mee kan, maar wat wel grenst aan een perceel. Om dat te vragen aan de bewoner of hij dat wellicht kopen wil. En daar is heel veel belangstelling voor. En op die manier is de inwoner blij, want die heeft een stukje tuin erbij. En wij zijn blij, want zij een stuk onder kwijt. En die lijn zou graag doortrekken naar Hollandskroon. Oké, nog anderen die erop willen reageren? Ja, ik vind het eigenlijk verbijsterend, want we hebben vandaag kunnen lezen dat de werkloosheid oploopt. We hebben ook kunnen lezen dat de sociale werkplaatsen onder druk staan. Dus ik vind alle hens aan dek om ons openbaar groen gewoon door iedereen die betaald kan worden te laten onderhouden. We weten dat diegenen die dan nog werken, vaak met z'n tweeën werken. Dus ik zie echt niet gebeuren dat die het gemeentelijke groen gaan onderhouden. Misschien in de landschapsparken, maar ik geloof maar niet... Maar er zijn natuurlijk nu een aantal mensen die geven aan van wij doen het nu al. Hè? Mogen we dat blijven doen? Ja, en toch vind ik dat de sociale werkplaats daar toch wel een belangrijke plaats inneemt. Okay. En dat moeten we koesteren. Ja, Partij Vrije Liberalen, Wim de Herder. Groenvoorziening in openbare ruimte moet op niveau blijven. Dat staat voor ons als een paal boven water. En je kan aansluiting zoeken op bestaande groenvoorzieningen als natuurgebieden, waardoor je een beperkte uitbreiding daarvan krijgt. Maar die burger, mag die daar ook nog wat? Want dat was eigenlijk de vraag. Van alles. Die burger mag van alles. Dat is breed. Laatste reactie, want dan komt er alweer een vraag, maar ik had mevrouw nog beloofd. Ik kan het heel kort houden. We hebben het burgerinitiatief. Ik nodig deze mensen uit om met een initiatief te komen naar de nieuwe raad. Oké, heel duidelijk. Ja, Anja, heel veel vragen. Ik heb namelijk besloten om nog een jongere vraag en een vraag waar de ouderen wat meer bij betrokken zijn te stellen. En die wil ik dan in één combineren, anders redden we het allemaal niet. Jelle Komen, die vraagt ons van... steken jullie nou ook nog eens even geld in jongeren? De jongeren van Hollandskroon voelen zich op dit moment achtergesteld. Nou, en dan een vraag die doorgaans meer voor de ouderen is. Van Christine den Heuvel. Wat denken de heren ervan om de WMO-gelden te oormerken, zodat het geld gebruikt kan worden waarvoor het bedoeld is en niet in de pot algemene middelen? Dus jongeren en WMO, houdt het geld voor de WMO? Wie? Ja, ik begin weer. Sociaal-democratisch collectief. Ja, ik ben daar een zeer groot voorstander van om WMO-gelden echt te reserveren voor die doelgroepen waarvoor het bestemd is. Ik zie vandaag de dag in de praktijk dat niet alle WMO-gelden voor bepaalde doelgroepen echt daar terechtkomen waarvoor ze bedoeld zijn. Okay. U zegt WMO-gelden houden waar het voor nodig is. De jeugd. Ja, jeugd. Twee dingen. De ChristenUnie... Zo niet meerdere keer per week bezig met een overleg met jongeren over tal van fronten. Wat is het probleem? Waar is overlast? Of wat voor voorzieningen zijn er? Dus dat contact is zeer intensief en zeer positief. En ik vind het ook goed om te continueren voor Hollands Koning. Daarvoor zie ik zo geen probleem in. Wat betreft de WMO-gelden en het oormerken daarvan ben ik absoluut voorstander dat WMO-geld alleen voor die doelgroep besteed wordt. En dat het in algemene middelen vloeit, is mij onbespreekbaar. Oké. Bij de laatste woorden sluit ik me aan. Dat is ook onbespreekbaar voor D66. En even over de jongeren. De jongeren in onze gemeente zijn best wel sterk vertegenwoordigd. Dat ervaar ik, dat zie ik. Dat zie ik in jeugdraden, dat zie ik de agrarische jongeren, dat zie ik bij voetbalclubs. Ik denk dat het een heel belangrijk groep is waar we veel uit kunnen halen. Ik denk wel dat wij als D66 willen wij dus benaderbaar zijn. En we willen dus ook in contact met de jongeren. En mochten er vragen zijn of zijn er ideeën, kom alsjeblieft naar ons toe. Oké, jongeren, kom op. Dat is de vraag. Hier nog reacties? Nou ja, over het laatste onderwerp, WMO-gelden, dat sluit ik gewoon aan bij de
voor een andere sprekers. En wat de jeugd betreft, ik vind het een beetje gevaarlijk om jeugd apart te noemen. Want wij staan juist voor solidariteit tussen generaties. En alle generaties dienen dezelfde aandacht en ruimte te krijgen. Maar ik denk dat het goed is dat er ook een vraag over de jeugd is. Want de jeugd is natuurlijk toch moeilijk steeds te betrekken bij alle politieke discussies. Dus laten we daar in ieder geval ook met elkaar aandacht aan besteden. Want je wilt toch ook graag de jeugd politiek betrokken hebben. Ja. Jullie nog iets daarover? Want ik hoor de klok al tikken. Ik ook. Mag ik antwoord geven op uw vraag? Nou, in de Partij van de Liberalen is de jeugd aanzienlijk goed vertegenwoordigd. Dus dat komt bij ons helemaal terecht. Bij jullie komt het goed. Ja, bij ons komt het ook helemaal goed, de jeugd. Maar ik bedoel, het is niet alleen de jeugd. De senioren verdienen net zo'n plaats in de maatschappij. Ja. Oké. Mag niet verder. Ja, ik hoop dat ik iedereen voldoende aan het woord heb laten komen. De tijd is kort. Ja. Maar jullie hebben best veel onderwerpen voor het voetlicht kunnen brengen, denk ik. Goed. We nemen even de tijd. Einde van de vierde ronde. We nemen even de tijd dat alle mensen weer achter de tafel komen. Die mogen straks nog 30 seconden reageren. Want ik kan u zeggen, ze zaten af en toe nee te knikken en te schudden en te mompelen hier aan de zijkant. Straks mogen ze nog hun laatste punt maken met de laatste 30 seconden. Dus ik zou zeggen, Anja, ondervraag ze in de laatste 30 seconden. Oké. Jullie mogen erbij gaan staan. Gaan we even allemaal naar de voorkant van de tafel. Dat is het makkelijkst. Oké. Er zijn veel onderwerpen over de tafel gegaan. Ja, dat is een rubbertje eraf. Maar het punt is natuurlijk altijd dat je graag nog iets had willen vertellen waar je dan niet aan toe komt. Of er is een onderwerp waarvan ik je heb afgekapt omdat je net iets te lang aan het woord was en we naar het volgende onderwerp moesten. Dus jullie kunnen het nu goed maken. Je hebt allemaal weer 30 seconden om datgene te zeggen wat je nog kwijt wil, wat je vanavond niet kwijt gekund hebt. Ik ga aan die kant nou maar beginnen. 30 seconden en de wekker gaat weer. Bende Lange, Algemeen Belang, Hollands Kroon. De toekomst die bepaal je zelf. Dus stem straks op lijst 11. En waar ik even aan wil herinneren is dat Algemeen Belang een partij is die over de hele gemeente Hollands Kroon verspreid is. En niet zoals meerdere partijen hier vanavond aanwezig zijn die alleen er zijn voor een bepaald gebied. Ik denk dat juist de fusie de kracht moet zijn van Hollands Kroon en dat ook in de politiek die fusie door moet klinken. En dat is gebeurd bij Algemeen Belang Hollands Kroon. Dank u wel. Progressief Wieringermeer. Ja, Progressief Wieringermeer, Dorien Siebenga. Ik kan het kort houden, we zijn volksvertegenwoordigers en we willen gewoon naar de mensen luisteren en dat omzetten in daden. En daar staan wij voor. En voor een leefbaar Hollands Kroon. Partij van de Liberalen, Pim de Herder. Gaat voor verbetering van de economische structuur, met name de infrastructuur van Hollands Kroon. Een waterweg van het Amstelmeer naar het IJsselmeer, waardoor ook de kooihaven zich kon ontwikkelen. De werkhaven Oude Seug, bijvoorbeeld als overslaghaven ten behoeve van Agripoort. De toegankelijkheid van het havengebied van Den Hoever vanuit de Waddenzee verbeteren. Een wegverbinding vanaf Wieringerwerf richting Den Helder. Partij van de Arbeid. Ja. Jan-Steven van Dijk, Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid is voor leefbare kernen. 22 stuks in Hollands Kroon. En onze politici willen samen met u daaraan bouwen. U daarbij ondersteunen. U daarbij bij betrekken. Lada. Ja. We gooien helemaal die wekker in de war, hoor. Ja. We nemen gewoon de regie in handen, hè? Ja, mag ik? Ja hoor, ja, ja. Een heleboel onderwerpen zijn vanavond nog niet aan de orde geweest wat Lada betreft. Maar gelukkig hebben wij de beste website van heel Hollands Kroon. Zo is ons meerdere keren verteld. Ik nodig mensen uit om die website ook te bezoeken in verband met de onderwerpen. En vooral op ons te stemmen in het hele gebied. En tot slot, de loper naar alle lokale partijen hebben we de afgelopen weken uitgelegd. Jullie zullen eens zien hoe sterk of lokaal tevoorschijn kan komen. SCC. Ja, dit is een geweldige regio. En dit wordt dus ook een geweldige gemeente. Wij hebben gehoord in het slotdebat dat deze regio zich aan de krimp zou kunnen onttrekken. En dat betekent alle hens aan dek. Voor het SDC is belangrijk dat de jeugd hier blijft, dat de jeugd hier kan wonen en dat de jeugd hier, als het even kan, ook kan werken.
En dat betekent dus ook dat die bedrijventerreinen ook heel divers moeten zijn. De Kooihaven, misschien een nieuwe bedrijventerrein ontwikkelen tussen Schagen en Tolken. Het woord is aan Peter Fekkers. Ja, GroenLinks. Wij hebben zin in de toekomst. Hè? De GroenLinks, of sorry, Hollands Kroon. Kunnen we echt de kroon op Holland maken? Dat is ontzettend veel potentie. Zeker als het gaat om duurzaamheid, duurzame energie, duurzame landbouw, duurzame visserij. En uiteindelijk is er maar één toekomst en dat is een duurzame toekomst. En dat hebben we hier binnen onze gemeente. Ik denk ook dat dat misschien de reden is dat er zoveel politici hier naartoe gekomen zijn. Omdat iedereen in Den Haag snapt wat voor grote en belangrijke gemeenten we zijn. En die uitdaging hebben wij om daar ook vorm aan te geven. Het woord is aan het CDA. Helene Vlaming, CDA. Hollands Kroon moet een gemeente zijn waar het goed is om te wonen en te werken. Het CDA wil daaraan bijdragen, want een samenleving die maken we met z'n allen. We gaan dan ook voor een leefbare samenleving en we willen er zijn voor alle inwoners, jong en oud, uit alle kernen van het gebied en de inwoners van het buitengebied. We willen het agrarische, open en weidse karakter van Hollands Kroon handhaven. Het CDA gaat voor een leefbaar en bedrijvig Hollands Kroon. ChristenUnie. De ChristenUnie heeft aangetoond als kleine partij stevig te kunnen aanpakken en lastige kwesties te kunnen oplossen. Beslissend te zijn. In een korte periode hebben we veel gerealiseerd. Bouw van RSG Wierland is begonnen. Centrum Jeugd en Gezin. Dorpshuis Middenmeer is op stapel. Zwembad voorzien van nieuwe installaties. En tal van activiteiten die zich jarenlang hebben voortsleept, hebben wij afgerond. Het komende jaar gaan we door met bouwen. Bouwen aan een sterke samenleving. Bouwen aan een sterke lokale economie. En houden we leefbare kernen over. Dank u wel. D66. Proef van mijn briefje. Zoals vanavond hebben we uitgewezen, zijn er nog veel zaken om over te discussiëren, te debatteren en over na te denken. Maar uiteindelijk zal het gaan om het doen. We moeten het met z'n allen doen. En D66 neemt daar graag zijn verantwoordelijkheid in. U mag in ieder geval verwachten dat wij die uitdaging samen met u aan willen gaan. Want Hollands Kroon is een mooi gebied met mooie mensen. En uiteindelijk wordt het wat wij er met z'n allen samen van maken. Wij geloven in een sterk Hollands Kroon. En Hollands Kroon waar we trots op kunnen zijn. En wij gaan ervoor. Stem D66. VVD. Als u als inwoners van Hollands Kroon niet zit te wachten op flinke stijgingen van onze belastingen. U kiest er wel voor om veilige woonomgevingen te hebben. 22 kernen die gediend worden. En u gaat voor werkgelegenheid en economie. Dan staat de VVD voor u klaar. De VVD is een goede partij die landelijk georganiseerd is, die haar bestuursverantwoordelijkheid kent. En als u op ons stemt, zullen wij ook hier in Hollands Kroon onze verantwoordelijkheid nemen en ons beleid vorm gaan geven. Wiering 05. Han Koppen. Ja, wat voor ons onderbelicht is gebleven is toch de visserij en de zeehaven in Den Oever. Dat vind ik wat jammer. Had wat meer op de voetlicht kunnen komen. Vandaar nu mijn pleidooi. Van Agriport vind ik dat juist omgekeerde. Dat is heel veel voor het voetlicht geweest. Maar daar hebben we tot nu toe alleen nog maar lasten van gehad. En ik hoop dat we daar ook lusten van kunnen krijgen. Goed. Peter Meijer, bij mijn voorstellingsronde wilde ik nog iets zeggen vervolgens. Vervolgens vind ik dat de huismus en de huiszwaan ook inwoners zijn van Hollands Kroon. En laat dat zo blijven. Dank u wel. Het woord, Henk, is weer aan jou. We zijn geëindigd met de huismus. We hebben veel onderwerpen over de tafel gehad. Ja, ik zat al even te wachten, maar hij was zo vlot met zijn afronding. Hij had een halve minuut. Goed, wij gaan afscheid van u nemen. Je kan nooit alles behandelen. We hebben een aantal avonden om de tafel gezeten. Welke onderwerpen nemen we nu? En ja, je maakt op een gegeven moment een keuze. En dan zit je ook nog met een loting. De ene partij zegt, goh, ik had liever in thema 1 gezeten. De andere liever in thema 3. Ja, dat hou je nou eenmaal. U heeft toch een klein beetje een indruk kunnen krijgen van hoe de partijen erover denken. Als u nou denkt, ik heb wat gehad aan dit debat, dan zou ik u aanraden om vrienden, kennissen en dergelijke nog even te wijzen op dat zij dat debat alsnog kunnen zien. Er zijn diverse mogelijkheden. Het is namelijk zo dat op zondag 20 november om 2:00 middags is er op Noordkop TV, dat is kanaal van Ziggo nummer 43, dit in herhaling te zien. Datzelfde is het geval bij Schagen FM. Die zitten op Ziggo kanaal nummer 40, eveneens zondagmiddag om 2:00 die herhaling.
Nou, en als je nou zegt, ja, die lastige tijdstippen van 2 uur... hebben we ook een oplossing voor gevonden. Want gaat u naar rtvnoordkop.nl... dan kunt u maar liefst van 18 tot 23 november doorlopend het debat bekijken. Dat betekent soms wel dat u midden in het debat valt, maar uiteindelijk krijgt u het allemaal te zien. Goed, dat is wat betreft de herhalingen. Dan zou ik zeggen, ga hem alsjeblieft gebruiken, die stemkaart. Zij willen graag 4 jaar lang zich voor ons inzetten. Oh, sorry. Ja, natuurlijk. Heel goed. Nou, het was even een test of jullie wakker waren. Inderdaad, 2 jaar. 2 jaar voor jullie inzetten. En het enige wat wij hoeven te doen is op 1 dag naar de stembus te gaan. We hebben ruim de tijd. 8:30 tot 9:00 s'avonds kun je er naartoe. Dus de smoes van ja, ik had geen tijd, dat gaat er bij mij niet in. Gebruik die kaart. Nou, dat was hem dan. Als het goed is, zou ik nu een mooie bos bloemen krijgen. Want Anja, fantastisch. Hartstikke bedankt voor je medewerking. Graag gedaan. En Pieter. Hartelijk dank. Dank je wel. Graag gedaan en ga allemaal stemmen, want daar gaat het om. Ja, hebben ervoor gewerkt. Partijen, allemaal heel veel succes. En we zullen er die verkiezingavond bij zijn. En we zijn zeer nieuwsgierig hoe het gaat uitpakken. We hopen dat het te besturen valt met zoveel partijen. Succes. Wij gaan eruit. Kijkers, tot ziens. Bedankt. Luisteraars ook. Dank u wel. Graag gedaan. I told myself that you